Ja, ik ben internist oncoloog in het ziekenhuis al sinds 2004. En mijn aandachtsgebied is oncologie in het algemeen, maar vooral ook kanker bij ouderen. Ja. We zijn met 9 internisten die gespecialiseerd zijn in hematologie en oncologie. Wat zou u moeten weten na deze avond? Wat is kanker? Hoe ontstaat kanker? Wat zijn nou risicofactoren op het krijgen van kanker? Wat zijn klachten die kunnen wijzen op het, dat iemand kanker heeft? Dat zijn behandeldoelen, behandelmogelijkheden, wetenschappelijk onderzoek. Ik ga iets vertellen over hoe vaak komt kanker naar voren in Nederland. En ook over kankerbehandelingen in het MST. Nou, kanker, dat is een ongeremde celgroei. En in je lichaam zijn er per dag miljoenen celdelingen. En er zijn ook weer cellen die afsterven. En bij kanker is dat proces verstoord. En die kankercellen houden zich niet meer aan de normale groei, celdood en aan de natuurlijke grenzen van weefsels. Kanker kan uitzaaien naar andere organen. Dat is ook heel typisch voor kanker. En de groeisnelheid kan heel erg wisselen. En als je dan vraagt van hoeveel kankersoorten zijn er nou meer dan 100. En allemaal hebben ze een eigen gedrag, een eigen groeisnelheid. En ook hun eigen kansen. En grofweg kan je dit 2 soorten opdelen. De solide tumoren die ontstaan in organen. En de niet solide, of we noemen het ook als vloeibare tumoren, dat zijn de bloedkankers en de lymfeklierkankers. Hoe ziet dat er dan uit? Dit is links de normale celdeling. Een cel die vernieuwt zich en er komen 2 jonge cellen uit die op elkaar lijken. Maar soms is dat helemaal in de war en dan zie je in het rechter plaatje dat er opeens heel veel cellen ontstaan. En als je dat in een gewoon weefselstukje ziet, dat gele links, dat is het normale weefsel, dan zit er opeens zo'n groepje blauwe kankercellen. Die zijn duidelijk anders dan de andere. En die rechts zie je ook dat dat zich een weg baant door het normale weefsel naar andere weefsels. Dat is typisch een karaktereigenschap van kanker. Wat ik in de spreekkamer heel vaak hoor, dat mensen zeiden, ja, maar het was bij mij zo mooi ingekapseld. Dat is niet zo, want kanker is niet ingekapseld. Het was juist het kenmerk dat het zich eigenlijk als het ware een beetje oneerbiedig woord invreet in de andere weefsels. Nou, hoe ontstaat dat nou? Die celdeling die wordt gemaakt door het DNA. En het DNA zorgt dat, dat zijn de erfelijke eigenschappen van de cel. En op een gegeven moment komt er een verkeerd signaal. En dat signaal is of te snelle groei, of te langzame celdood. Eén van tweeën is het dan vaak. En je kan zo'n verandering in je DNA, dat noemen we ook wel een mutatie, die kan door verschillende oorzaken komen. Soms krijg je een cel al een mutatie in je DNA via een van je ouders. Dan zit dat eigenlijk in alle lichaamcellen, dat hoeft helemaal niet erg te zijn. En soms krijg je het bij per ongeluk, per toeval, er gaat een celdeling een keer verkeerd. En dat was net voor de kankercel een gunstige deling. En dan breidt het zich uit. En je kan ook schade krijgen door andere factoren, bijvoorbeeld door zonlicht, door roken, door stralen, door oud worden. En meestal, eigenlijk altijd, zijn er meerdere fouten nodig om tot de kankercel te komen. Dus het is nooit zo, ik heb gerookt, dus het is mijn schuld dat ik kanker krijg. Dat is niet zo. Er zijn altijd meerdere stappen nodig om een cel tot de kankercel te maken. En gelukkig hebben we het lichaam ook heel veel herstelmechanismen. Nou, welke schadelijke invloeden zijn er dan waar we zelf wat aan kunnen doen? Roken. Iedereen kent roken denk ik wel van longkanker, maar roken heeft ook wat te maken met keelkanker, met lipkanker, met slokdarmkanker, maar ook met blaaskanker, ook met baarmoederhalskanker. Dat zijn dingen die je niet zo snel aan roken toe zou schrijven als je dat niet weet. Alcohol kan meer slokdarmkanker geven, meer keelkanker. Overgewicht is heel bekend van de baarmoedertumoren. Mensen, vrouwen veel te zwaar zijn, maken ze meer oestrogenen en meer kans op baarmoederkanker.
Maar het zegt bijvoorbeeld ook wel wat over de terugkeer van borstkanker bij hormoongevoelige borstkanker. Er zijn meer kankertypes die daar gevoelig zijn. Voeding, rood vlees, aangebrand vlees op barbecues, infectieziekten. Sommige soorten infectieziekten die je zelf niet goed de baas kan kunnen, uiteindelijk leiden tot kanker. En een van de mooiste voorbeelden vind ik dan nu van de HPV-vaccinatie om bij jonge meisjes om later baarmoederhalskanker te voorkomen. Zonlicht, de zonnebank, vroeger dat liggen met notenolie op het Spaanse strand, dat moeten we maar niet doen. Daar krijg je huidkanker van. En één waar je niet zoveel aan kan doen en wat iedereen hoopt, oud worden. Dat is toch een risicofactor. En erfelijkheid kan je meestal zelf ook niet zoveel aan doen, want dat heb je van een van je ouders meegekregen, nog niet. En als ik dan naar die risicofactoren kijk, dan zitten wij eigenlijk in Twente een beetje zielig. Hoe roder, hoe slechter. En als ik dan kijk naar het aantal rokers, dat is in Twente toch wel hoog. En als ik kijk naar overmatig drinken, het is nu paars, hè, maar het is eigenlijk hetzelfde plaatje. En als ik dan kijk naar overgewicht, doen we het eigenlijk ook wel goed. Dus eigenlijk, ik hoop dat iedereen de handschoen oppakt. Maar ik hoop dat u onthoudt, om van een gezonde cel in een kankercel te komen, er zijn een aantal stappen nodig. De omgeving doet wat, leeftijd doet wat, en schadelijke stoffen, in welke vorm dan ook, kunnen ook wat doen. Hoe gaat het dan op een gegeven moment als die kankercel, zo pas had ik ook al zo'n soort plaatje, je krijgt mutaties in één cel, linker plaatje, die cel gaat harder delen, het weefsel raakt verstoord op het derde plaatje, en dan op een gegeven moment die dingen daaronder, die strepen, dat zijn bloedbanen. En als er natuurlijk cellen in je bloedbaan terechtkomen, kunnen ze ook ergens anders terechtkomen. En dat noemen we het ontstaan van uitzaaiingen. Die uitzaaiingen die kunnen via de lymfeklieren dichtbij de tumor of verder af van de tumor terechtkomen. Ze kunnen in de long terechtkomen, in de lever, in de bot, in de hersenen. En elke tumor heeft een beetje zijn eigen gedrag van uitzaaien en ook zijn eigen voorkeursplaats van uitzaaien. En wat heel belangrijk is, een uitzaaiing heeft het gedrag van de oorspronkelijke kanker. Ander ding dat ik in de spreekkamer heel veel hoor van, oh, en ik heb ook nog leverkanker. Of ik heb ook nog botkanker. Dat is niet zo. Want leverkanker komt in Nederland nauwelijks voor. Ze zijn het uitzaaiingen van bijvoorbeeld de borstkanker die in de lever komen. En je behandelt het ook als de oorspronkelijke tumor. En dat leg ik wel eens uit aan de hand van tuinieren. Dat had ik ook kunnen zeggen met zo'n plaatje. Twente houden ze wel van tuinieren. Als je in de tuin paardenbloemen hebt, die zaai je nogal eens uit. En als je die uitblaast, heb je volgend jaar overal paardenbloemen staan. Als je nou eens paardenbloemen in het rozenbed krijgt, heb je dan afwijkende rozen gekregen? Of een rozenziekte? Of had je gewoon de uitzaaiingen van de paardenbloem in het rozenbed gekregen? En als je het zo uitlegt, begrijpt eigenlijk iedereen dat je wat aan de paardenbloem zou moeten doen. Wanneer moeten mensen nou opletten? Bij blijvende hoest of heesheid, veranderende huidplekjes, veranderende, niet verbeterende slikklachten, ongewild gewichtsverlies, extreme vermoeidheid zonder dat je ingespannen hebt of daar een oorzaak voor kan vinden. Ander patroon van stoelgang, bijvoorbeeld bloed opeens bij de ontlasting, slijm bij de ontlasting. Andere manier van plassen, urine verandert van aspect, bloed in de urine. Ongewoon vaginaal bloedverlies, iemand die al jaren in de overgang is en opeens opnieuw bloedverlies krijgt of een wondje dat niet heelt. Als iemand langer dan 4 weken klachten heeft, raadpleeg dan de huisarts. Nou, hoe gaat dat dan bij iemand die zo'n klacht heeft? Die gaat naar de huisarts en de huisarts denkt, er is misschien wat aan de hand. Dan worden mensen vaak verwezen naar het ziekenhuis, die komen bij een specialist. En afhankelijk van waar de klacht zich oorspronkelijk bevond, kom je bij een specialist terecht. Die doet vaak een gesprek, een lichamelijk onderzoek en dan is er vaak
hulponderzoek nodig. En we moeten altijd weten wat voor soort weefsel we mee te maken hebben. Dan wordt de uitgebreidheid van de ziekte vastgesteld. En dan pas komt het behandelplan. En zonder die voorgaande stappen komt er nooit een goed behandelplan. En dat heeft vaak al even tijd nodig. En dan wordt u behandeld. En wat ik al zei, het belangrijkste is dat weefselonderzoek. En dat noemen wij een biopsie. En die kan met een naald genomen worden, met een darmonderzoek, met een longonderzoek, met een punctie rechtstreeks. En dan gaat de patholoog dat onder de microscoop bekijken. En ik heb hier dan het bovenste, dat is een uitgezaaide borstkanker. Of dit is een borstkankerpreparaat en dan doen ze extra kleuringen. En al die bruine cellen, dat zijn hormoongevoelige cellen. Dus dit is een hormoongevoelige borstkanker. En dat wordt door de patholoog beoordeeld. Dan gaan we vaststellen hoe uitgebreid die ziekte dan is. Daar zullen vaak scans voor nodig zijn, of foto's of bloedonderzoek. Soms beenmergpuncties, soms operaties zelfs om het stadium vast te stellen. En dat is nodig voor het optimale behandelplan. En dan noemen wij dat altijd een stadium en dat hangt vanaf van dat tumor. Heb je het kunnen maken met een kleine tumor of een grotere tumor. Vaak T1 tot en met T4. Het aantal lymfeklieren dat aangedaan is en of de organen schoon zijn. En het stadium bepaalt het behandelplan. Maar bepaalt ook de kansen die iemand heeft om te overleven. Dan hebben we grofweg twee behandeldoelen. Het eerste behandeldoel waar wij altijd hopen dat iemand voor in aanmerking komt, is genezing. Dat noemen wij curatie. Is dat niet mogelijk, dan hebben we een heel ander behandeldoel en dat is palliatie. Dat is een levensverlengende behandeling of een behandeling die gericht is op klachtenvermindering. Als we het dan hebben over dat eerste, dat behandeldoel genezing, dat kan je soms bewerkstelligen met operaties. Heel vaak hebben we daar de chirurg voor nodig. Collega Das zal straks van allerlei opties over vertellen. Straling is vaak nodig. Je kan ook soms met chemotherapie mensen genezen die uitgebreid uitgezaaide ziektes hebben, bijvoorbeeld zaadbalkanker, uitgebreide uitzaaien. Lance Armstrong, een van de bekendste voorbeelden, zelfs uitzaaiing in de hersenen, met chemotherapie genezen. Dan is er nog een hele bijzondere categorie, dat is adjuvante therapie. En dat is een beetje een ingewikkelde begrip. Daarmee maak je de kans dat de ziekte ooit terugkomt kleiner. Als die kans van tevoren na de operatie al heel gering ingeschat wordt, en bij dit kankertype is de kans dat terugkeer op ziekte maar 1% is, is er geen adjuvante behandeling. Maar soms weten we, die patiënt is geopereerd, er is een darmtumor verwijderd, maar er waren ook 5 lymfeklieren aangedaan. Dan is de kans dat die ziekte terugkomt wel 50% misschien. En die kan je dan soms met chemokuren of bestraling kleiner maken. En dat is gericht op losschrevende cellen die met die, zo pas wat ik liet zien, in die bloedbaan losschreven, die zich ergens vasthechten, maar nog niet te zien zijn op welke scan dan ook, maar je weet uit statistieken ongeveer de helft van de mensen heeft die misschien wel. En die wil je de kans dat we ziekte terugkeer kleiner maken. Dan is altijd de vraag, zeggen mensen, vragen altijd aan mij, moet ik curen? Dan zeg ik heel vaak, nou dat weet ik niet. De richtlijn zegt van wel, maar voor hoeveel procent extra kans zou u willen hebben om zo'n behandeling de moeite waard te maken? Dat is niet altijd aan mij, dat is ook aan de patiënt. En dan zeggen soms jonge, fitte mensen, die zeggen, nou krijg ik 2% extra kans dat ik dit niet terugkrijg. Kies ik voor een behandeling met chemokuren. En ik heb ook wel eens mensen die zeggen, nou 10% extra kans? Daar doe ik het niet voor, ik wil wel 30% extra kans hebben. Dus dat kan heel individueel bepaald worden. En dat kunnen we soms met de patiënt bespreken. Dit is bijvoorbeeld een tabelletje voor borstkanker bij iemand die behandeld gaat worden. En dan is het bovenste balkje de kans, kan ik dan met die mevrouw uitrekenen, kans bij deze 48-jarige mevrouw met deze tumor, precies deze tumor, dan heeft hij een kans van 73% dat het goed gaat. Dat is die grote groene balk, de bovenste groene balk. Die heeft de kans van
25% op ziekte terugkeer. En dan kan je zo laten zien, als je hormoonkuren kiest, dan krijg je het gele balkje van 13% erbij. Kies je chemotherapie, krijg je 8% erbij. En kies je alles, dan krijg je 17% extra kans. Nou, de een vindt dat wel de moeite waard en de ander vindt dat niet de moeite waard. Dus daar hebben wij het dan over. En dat laat ook direct zien. Die doen eigenlijk die behandeling voor niks. En eigenlijk al die mensen die in het blauwe balkje zaten, die over 2 jaar onder de trein komen, die doen het ook voor niks. Dus dat is heel lastig afwegen, moet ik een behandeling wel of niet doen. En het vervelende is, je kan het effect ook niet meten, want dat ging over losse tumorcellen. Dus de enige die het weet of het terugkomt, dat is de tijd. Krijg je na jaren het wel terug of niet terug? Als ik kijk naar het andere behandeldoel, een palliatieve behandeling, dat is gericht op levensverlenging of op klachtenvermindering. En wat dan heel belangrijk is, wat is voor deze patiënt belangrijk? Wat maakt voor u kwaliteit van leven? En dat kan heel erg verschillend zijn, waarbij de een wel gericht is op tijd en een ander heel erg op kwaliteit. Oudere mensen vaak zelfredzaamheid. Waarbij het ook nog verschilt. Wat ik wil benadrukken, dat een palliatieve behandeling ook gericht kan zijn tegen de kanker. En een palliatieve behandeling is ook gericht op klachtenbestrijding. En uiteindelijk, in een eindtraject, is er vaak het enige wat resteert, klachtenbestrijding. En wat ik ook altijd tegen patiënten zeg, niet alles wat kan, hoeft. Soms voelen mensen ook wel druk. Hè? Het hoeft om mij niet, maar mijn kinderen willen het. Of mijn partner wil het. Gaat natuurlijk wat gaat er om wat die patiënt wil? Hè? Hoeveel extra overlevingswinst wil die voor een zware behandeling met chemokuren? Dat wisselt nogal. Dan hebben we ook alternatieve behandelingen. Die komen nogal veel voor in Twente. En het meest gebruikte is cannabis, wietolie. Heel hip, heeft in Tubantia aangestaan, dat werkt. En dan zeggen mensen heel vaak, baat het niet, schaadt het niet? Nou, dat is maar de vraag bij alternatieve behandelingen, want die schaden soms wel. Bijvoorbeeld een hele hoge dosis vitamine C kan chemotherapie bijwerkingen verergeren. Dus als iemand ooit alternatieve behandelingen wil gebruiken, spreek dan met de dokter of dat bij deze behandeling wel zinnig is. En wat ik soms wel heel jammer vind, dat mensen er waanzinnig veel geld aan uitgeven. En ook dat ik heel vaak van patiënten hoor, dat het ook wel de druk van de omgeving is. Die bedoelen dat heel goed, maar dan zeggen ze, nou, ik ken iemand en die dronk paardenmelk. Of ik ken iemand en die nam elke ochtend een handvol gember. Of, en dat patiënten soms ook het idee hebben dat ze zich moeten verdedigen, als ze dan die goed bedoelde tip niet ter hand nemen. Dus dat is af en toe ook een beetje terreur van de omgeving. Als mensen het willen, ik benadruk altijd, geef er niet te veel geld aan uit. Dan hebben we behandelingen in studieverband, in een onderzoek. En dat is nodig, want als niemand ooit meedoet aan onderzoek, dan komen we met z'n allen geen stap verder. En zo'n onderzoek kan voor de patiënt heel erg van belang zijn, maar het kan ook voor patiënten na hem van belang zijn. Die onderzoeken zijn altijd getoetst door medisch-ethische commissies. En waar altijd het patiëntenbelang voorop staat. Als je maar denkt dat het patiëntenbelang geschaad wordt, is een onderzoek niet ethisch verantwoord, zal het ook niet goedgekeurd worden. En dan heb je hele verschillende fasen van onderzoek. Bij een fase 1 onderzoek zijn dat meer, ja, toch wel heel experimentele behandelingen, waarbij een nieuw middel wat in het laboratorium effectief bleek in een reageerbuis voor het eerst op mensen getest wordt. De kans dat je daar als patiënt wat aan hebt, is niet zo heel groot. En dat wordt vooral getest uit veiligheid. In de fase 2 onderzoek weten we al veel meer van zo'n middel. Er wordt getest, werkt dit middel bijvoorbeeld bij mensen met longkanker? En in de fase 3 onderzoek wordt dan een middel afgezet tegen een standaardbehandeling. Daar kunnen mensen echt heel duidelijk wel baat bij hebben. En in het MST doen wij veel mee aan onderzoeken en kan het ook gevraagd worden aan patiënten. Dus krijgt u altijd uitgebreide informatie over wat een meedoen aan een onderzoek voor u zou inhouden.
En dan kan je ook altijd extra informatie over vragen. Dan de registratie van gegevens. Bij van elke patiënt in Nederland worden gegevens geregistreerd om ook te weten hoe vaak komt kanker nu voor in Nederland. En dat doen wij ook om ook onze gegevens te kunnen vergelijken met andere ziekenhuizen om ook je eigen kwaliteit te toetsen. Dat doen wij in regionaal verband, dat doen we in Santillon verband. Dat zijn 7 ziekenhuizen in Nederland die met elkaar samenwerken, buiten de academische ziekenhuizen om. En wij moeten ook landelijk dingen aanleveren. Dat is altijd anoniem overigens. Nou, dan kom ik een beetje richting afronding. Hoe vaak komt kanker nou voor in Nederland? In 2017 werd die diagnose meer dan 100.000 keer gesteld. En als je dan kijkt, van die 100.000 keer was 10% bij mensen onder de 50. Er was 26% bij mensen tussen de 50 en 65. En eigenlijk bijna 2/3 is bij mensen boven de 65. Dus kanker is vooral de ziekte van oude mensen. En van die factor hebben we zelf geen invloed op. We hopen allemaal dat we oud worden. En je kan niet voorkomen dat je dan meer kans op kanker hebt. Wat zijn dan de meest voorkomende? Bij mannen prostaatkanker, huidkanker, darmkanker en longkanker. En bij vrouwen borstkanker, huidkanker, darmkanker en longkanker. En wat heel opvallend is, dat vrouwen steeds meer de mannen naderen voor de longkanker. Want vrouwen die waren eerst niet zo geëmancipeerd, die gingen niet zo snel roken. Maar dat hebben ze later wel goed ingehaald. Als je kijkt naar de overleving van kanker, is dat beter geworden. En dit is een beetje een ingewikkeld plaatje. Dan pak ik even die van jou, want daar doet de pointer het van. Dit is het aantal jaren na het stellen van de diagnose. En in het begin, als de diagnose gesteld wordt, leeft iedereen. Want je gaat niet op een dode een diagnose stellen. Dus dan leeft iedereen. En als je dan zo kijkt, bijvoorbeeld naar 4, 5 jaar, dan leefde bij die lichtblauwe lijn, deze blauwe lijn, leefde nog ongeveer 40%. Dat was in 1961 tot 1970. En als we nu de laatste jaren bekijken, dat is de bovenste lijn, dan leeft na diezelfde periode leeft nog ruim 65%. Dus er is de afgelopen jaren wel heel wat bereikt. Hebben wij in het MST eigenlijk een heel bijzonder palet aan kankerbehandelingen. En dat komt omdat wij ver van elk academisch ziekenhuis zitten. En naar Groningen zitten we ver, Nijmegen zitten we ver, Amsterdam zitten we ver. En waar je ook heen gaat, je bent bijna altijd 1,5 tot 2 uur onderweg. Eén is wat korter, heb je meer files. En met de trein is het openbaar vervoer is helemaal lastig van doen. En daarom hebben wij van oudsher al een bijzonder palet. En wij behandelen mensen met veel voorkomende tumoren, zoals prostaatkanker, darmkanker, borstkanker. Maar we behandelen ook mensen met hele zeldzame tumoren, zoals bepaalde gynaecologische tumoren, hoofd-halskanker. En dat gebeurt in de academische ziekenhuizen en daarbuiten, maar in 7 andere ziekenhuizen in Nederland. En we behandelen mensen met hersentumoren. We behandelen mensen met uitgezaaide melanomen, dat zijn huidkankers. En wat dat betreft is dat wel bijzonder. En wij werken ook met heel veel mensen samen. En ik heb als de eerste gezet patiënt. Want de patiënt is de hoofdbehandelaar of de hoofdspeler in het behandeltraject. En wij werken samen met uw huisarts, met de thuiszorginstellingen, met een hospice. Met de omgevende ziekenhuizen in Almelo en in Deventer en in Winterswijk. Maar ook met een heel aantal academische ziekenhuizen. Dan kom ik tot mijn conclusie. Kanker komt in Nederland heel veel voor. De overlevingskansen zijn de laatste jaren gelukkig een stuk verbeterd. Kanker heeft nooit één oorzaak, maar meerdere oorzaken. Dus als je gerookt hebt en je krijgt longkanker, is dat nooit de enige oorzaak geweest. Kanker is niet ingekapseld. Wees u bewust van risicofactoren en vermijd die als dat kan.
Als u gevraagd wordt voor wetenschappelijk onderzoek, denk erover na, want wetenschap helpt ons alle verder. Heeft ook geleid tot die verbetering van die overleving de afgelopen jaren. Wij hebben een bijzonder palet en heel veel samenwerkingspartners. En ik wil eindigen, het kan steeds meer, maar ik vind dat enige bescheidenheid ons als dokters van siert. Want we zitten nog niet op de 100% genezing. En kankercellen blijken toch steeds wel veel slimmer te zijn dan wij nog in het laboratorium kunnen verzinnen. Ja, om te beginnen bij de chirurgie beginnen we. Wat zijn nou de voorwaarden om goed te kunnen opereren? Kennis van de menselijke anatomie. Nou, lijkt een open deur. Maar dat was tot niet zo heel lang geleden niet zo heel erg normaal. De methode om bloedingen goed te kunnen controleren. Maar ook anesthesie, hè? Mensen moeten onder narcose kunnen. En het voorkomen van infecties. Ik ga met jullie terug in de tijd. Beginnen we lang geleden. Hippocrates, hebben jullie misschien nog wel eens van gehoord? Die heeft een eed geschreven waar wij als dokters nog steeds, zeer. Hij ging ervan uit dat ziekte werd veroorzaakt door een natuurlijke oorzaak. En dat was eigenlijk vrij baanbrekend, want ze dachten altijd dat het een goddelijke oorzaak had. En dat de genezing ook door de goden werd veroorzaakt. Dus je kon er maar weinig aan doen. Hij had een theorie over een disbalans, hè, dus dat het slijm, het bloed, het gele gal en het zwarte gal, dat daar de balans in verstoord was. En dat dat ook de oorzaak was voor de ziekte. Hij is degene die naam heeft gegeven aan kanker. Hij heeft borstkanker gezien en zag het als een soort van krab groeien en dat het daar komt naam kanker vandaan. En ook oncologie, die naam heeft hij ook bedacht. Hij heeft ook patiënten behandeld met kanker. En hij heeft patiënten behandeld met zeeolie en arsenicum. Maar hij heeft ook kanker weggebrand. Hij heeft met dingen mensen geopereerd en hij heeft patiënten behandeld met huid, mond, keel, borstkanker en baarmoederhalskanker. Hij was eigenlijk al de oncoloog in het geheel. Dus de medische oncoloog, de chirurg, hij deed het allemaal. Daarna kwam Celsus. Hij heeft een hele hoop geschreven en die scripten die zijn eigenlijk tot 1500 na Christus verdwenen. En daarna zijn ze weer in zwang geraakt en is daar ook weer eeuwenlang hebben ze daar geneeskunde mee bedreven. Hij was degene die dissectie deed, dus de mensen ontleden en daardoor meer wist over de anatomie. En hij was wel zo slim om te zeggen, je kan voorloperstadium en een heel vroeg stadium van kanker opereren. Maar tumoren die al helemaal ulcereren, hè, ulcereren betekent dat ze naar buiten zweren, dat heeft geen zin. Toen kwam Galenus, die leefde in de tijd van Marcus Aurelius Magnus. Was een schijnbaar vrij arrogante man. En hij vond dat zijn theorie de beste theorie was. Hij noemde de eerdere hooggeleerden ook niet meer. Maar hij zei weer, ja, maar het ontstaat ook door de goden en het kan genezen worden door de goden. Nou, toen ontstond het christendom en dat kwam het christendom goed uit. Dus God geneest het. Dus eigenlijk alle oude informatie raakte kwijt. Teheran, eigenlijk in Perzië, daar gingen ze wel verder. En dat, nou, daar horen wij natuurlijk heel weinig van. Maar deze mensen die hebben patiënten behandeld met kanker. En die hebben ook experimentele operaties gedaan op dieren voordat ze toepasten op mensen. En inderdaad, ik heb een patiënt die is overleden. En vervolgens gaan kijken waarom is die overleden, zodat je daar ook wat van kan leren. Nou, tot de 15e eeuw was Galenus het in Europa. Dus was er eigenlijk weinig tot geen vooruitgang. Maar in de 13e eeuw, in de 13e eeuw stond de paus toe om op veroordeelde criminelen autopsie te doen. Dus die mochten ontleed worden voor de medische kennis. Dat leidde door een toename van kennis van de anatomie. En ook een toename van het controleren van bloedingen. Eeuwen later, in 1830, was de ontdekking van anesthesie. En toen konden mensen onder narcose gebracht worden. En dat was een enorme sprong vooruit in de tijd, want
dan hoefde je niet heel snel bijvoorbeeld een been te amputeren. Want je had de tijd, want mensen lagen stil op tafel in plaats van dat ze het uitgilden van de pijn. En het volgende was asepsis, een antisepsis. En dat betekent eigenlijk dat je de bacteriën, dat je die doodmaakt. Zodat je mensen goed kan behandelen. Dus je moet eigenlijk nagaan dat tot ongeveer tot eind 19e eeuw, als je blinde darmontsteking had, of een galblaasontsteking, waar je nu gewoon voor geopereerd werd, dat de kans heel groot was dat je daaraan kwam te overlijden. Want een operatie deed je eigenlijk niet, zeker niet in de buik. En ja, dan moest het lichaam het maar zelf oplossen en dat lukt niet altijd. Nou, sindsdien, eerst werd er wat sceptisch gedaan over de theorie van Lister. Uiteindelijk is dat omarmd, met name in Duitsland. Dat heeft ook in de Eerste Wereldoorlog zijn nut bewezen. Dan komen we een beetje aan bij de oncologische chirurgie, de kankerchirurgie om het zo te noemen. In 1890 hadden we Halstead, een beroemd chirurg. En die had als theorie dat kanker, borstkanker, zich alleen verspreidt via de klieren. En niet via de bloedbaan. Dus als je kanker had in de borst en later ontstond er op een andere plek kanker, dan was dat een nieuwe vorm van kanker. Dat is anders dan wat dokter Wiemengaals net vertelde. En dat komt eigenlijk achteraf, is de theorie van dokter Wiemengaals klopt. Wat hij deed was een radicale mastectomie. Dat betekent eigenlijk dat je de hele borst weghaalt met alle spieren tot op de ribbenkast en ook de lymfeklieren. Dat hebben we al heel lang gedaan, zoals je ziet op 1970. En sindsdien is dat veranderd. Daarna kwam Peters en die zei, ja, maar kanker verspreidt zich via de bloedbaan. En die kunnen niet overal hechten en ook niet overal groeien. Dus bijvoorbeeld darmkanker heeft als voorkeursplek voor uitzaaiingen de lever en daarna de longen. Maar niet zozeer de borst of de eierstokken. Vroeger grote operaties en vaak wisten we de diagnose ook niet. Borstkanker werd vaak gesteld door eerst een tumor weg te halen, dan werd het bekeken en daarna volgde de grote operatie. En het werd gedaan door de algemeen chirurg en die deed ook de amputaties, de vaatproblemen, die deed alles. Nu, minimaal invasief, kom ik dadelijk nog op terug, hebben we heel veel mogelijkheden voor beeldvorming, zoals een CT-scan of een PET-scan of een MRI-scan, ook röntgenfoto's, echo's. En kunnen we naar de puncties doen, biopten van tevoren om te weten waar kijken we tegenaan. En zijn we steeds meer gedifferentieerd. Wat betekent dat iedereen zijn eigen tak van sport heeft binnen de, nou in dit geval, chirurgie. Naast de chirurgie voor de behandeling voor kanker werd ook de röntgenstraling ontdekt. Daar gaat dokter Bewani straks verder op in. Maar dat helpt ons ook bij de behandeling van patiënten met kanker. Solide tumoren, waar dokter Wiemenga het net over had, kunnen alleen genezen met een operatie, ja, uitzondering daar gelaten van de tilbalkanker, maar niet uitgezaaide solide tumoren kun je alleen genezen met operatie. Echter, de combinatie van de behandeling van radiotherapie en chemotherapie kan wel de kans op overleving verbeteren, vergroten. Dus dat is in de loop van de 20e eeuw steeds meer combinatiebehandeling. Even een uitstapje, differentiatie binnen de chirurgie, dus een vaatchirurg, een traumachirurg, longchirurg, kinderchirurg, gastrointestinaal chirurg, oncologisch chirurg. Zoals ik al zei, vroeger deed iedereen alles, maar de vaatchirurg behandelt patiënten met vaatproblemen. En de traumachirurg, de patiënten die een auto-ongeval hebben gehad en botbreuken. De longchirurg haalt een deel van de long eruit. Gastrointestinaal chirurg. En de oncologische chirurg, daar zijn heel veel dingen die overlappen. In 1981 is de NVCO opgericht. Nou, eigenlijk wat ik hiermee wil aangeven, wat doen wij als oncologische chirurgen? Nou, we willen in ieder geval, wat voor ons van belang is, dat wij kennis hebben van het biologisch gedrag van tumoren. En de multidisciplinaire behandeling daarvan, dus waar we het net over hadden, hè, dus met de radiotherapeuten en met de internist-oncoloog samen. En
En dat we daarnaast ook patiënten behandelen in wetenschappelijk verband, onderzoeksverband. Wat waar dokter Minga net ook over heeft gesproken. Onze rol is bij de niet uitgezaaide ziekte de tumor weg te halen en zo patiënten te genezen. Maar ook bij patiënten met uitgezaaide ziekte in andere organen kunnen wij tumoren weghalen om de kwaliteit van leven te verbeteren. Nou, even een foto. Ik weet niet of mensen ons kennen, maar dit zijn mijn collega-oncologische chirurgen. Dr. Lips, dr. Van Duin, dr. Masboom, ikzelf, dr. Steenvoorde en dr. Lien. Samen willen wij de patiënten met kanker zo goed mogelijk kunnen behandelen. Ik heb even gevraagd, wat is jullie drijfveer? Nou, het staat hier. Een van mijn collega's zei ook, ik voel me bevoorrecht en wat kan ik wel aan dat je dit mooie vak mag doen en daar patiënten mee mag helpen. Waar zijn we nou goed in? Nou, dat is een mond vol. Bovenaan, HPB noemen we dat. Dat is de lever, de alvleesklier, de galweg en de galblaas. Daar zijn we een verwijzingscentrum voor, regionaal. Hoofd-hals-oncologie. Nou, dat is deels door de KNO-arts en de kaakchirurg, maar ook door de Masboom is een van de chirurgen die heel veel patiënten behandelt met schildklierkanker. Daar zijn we ook een verwijzingscentrum voor. Patiënten met dikke darmoncologie, daar kom ik nog op terug, maar hebben we ook de HIPEC-behandeling, ga ik dadelijk uitleggen. We behandelen veel patiënten met borstkanker, ook met longkanker. Nou, het melanoomcentrum, we zijn een verwijzingscentrum voor patiënten met uitgezaaide melanomen. Maar we behandelen ook veel patiënten die nog geen uitgezaaide melanoom hebben. En we behandelen ook patiënten met zeldzame tumoren zoals WKD-kanker. Dikke darmkanker. Vroeger kreeg iedereen een hele grote operatie, een grote snee. Nu doen we dat met kijkoperaties, eventueel robot geassisteerd. Nou, wat gebeurt er dan met een kijkoperatie? Hier ziet u een voorbeeld van een kijkoperatie. Als een camera gaat het lichaam in en dan heb je een aantal werkkanalen. En via die werkkanalen gaan de instrumenten naar binnen. En zo op die manier kun je een patiënt opereren. En het zicht heb je op die schermen, die ziet u achter ons. Maar die staan dan in principe voor ons, dat ziet u niet op het beeld. En op die manier kunnen wij patiënten gaan opereren. Ik wil een voorbeeld laten zien van hoe leg je nou een darmnaad aan. Je haalt een stuk darmen uit en je zet het weer aan elkaar vast. En nou, ik hoop dat jullie het begrijpen. Je ziet hier linksboven een nietmachine. Dat is een hele geavanceerde nietmachine. En die neemt de darm door. Daar zit een rij nietjes in. En daar zit een mesje in en die snijdt het door. En vervolgens brengen wij, dat zal ik dadelijk op een filmpje, een onderdeel van een ander soort nietmachine in. En die zetten we zo aan elkaar vast. En dan zie je daar dat het naar elkaar toe rijdt. Dit is een kijkoperatie. Het is misschien een beetje lastig om het eerste deel te zien. Om het eerste deel te gaan zien. Een klein stukje. Doorspoelen. Nou, laat ik het zo zeggen. Dit is de endeldarm. Er zit een kleine bekken. Dat is bijna niet te zien nu voor u. En het vet om de endeldarm wordt nu weggehaald. En als het bijna is weggehaald, hier wordt het nog verder weggehaald, dan gaat dat nietapparaat om die darm heen. Is wel in versnelde modus opgenomen. Als het een beetje... Zo snel zijn we niet. Dus dit is het minst interessante deel. Ja, we zijn alleen nog kijk, en dan nou, wordt gekeken, is alles vrij? Nou, bijna, nog niet helemaal tevreden, maar nu wel. En daar komt de nietmachine. En die komt naar binnen en die zet ze om de darm heen. Ja. En dan wordt die afgevuurd. Even kijken of het goed zit, of het vast zit. Even wachten. Ja, dan is hij door. Er zit nog een klein stukje vast, dan moeten we nog een keer nieten. Nou, dan is hij helemaal door.
En dan moet je het weer aan elkaar vastzetten. En dan is dat in de endeldarm. Dus dan kan je ook een niet-machine via de anus inbrengen. Dat kunnen jullie nu niet zien. We gaan naar de volgende. Ja, maar dit is zo'n speciale niet-machine die je in de anus kan inbrengen. Die gaat onderin en er zit daar zo'n aanbeeld op, dat maak je ervan los. Dat breng je in die darm in, wat ik toen straks op de eerste plaatje liet zien. Dat zet je aan elkaar vast, dat draai je dicht en dan vuur je hem af en dan zit de darm elkaar vast. En dan heb je een koppeling. Nou, dat doen we met de kijkoperatie, wat ik u net heb laten zien. Maar sinds dit jaar hebben wij ook de Da Vinci robot. En dat is zeer geavanceerd, maar wat u hier ziet is dat de chirurg opereert achter een scherm met de handen in die beweegbare en daarmee stuurt hij alle instrumentarium en de camera aan. Beneden ziet hij voetpedalen, daar kan je de camera mee aansturen, daar kan je met alle andere instrumenten mee aansturen. En op die manier opereren. En dan ziet u hier wat er gebeurt. Er zitten armen in de patiënt, een beetje zoals met die kijkoperatie net. En dan staat er personeel naast om het mee te helpen en dan ziet u die schermen daar, dan kunnen ze meekijken. En op die manier kunnen we patiënten ook opereren. Nou, waar zijn we nog meer goed in, waar we het net over hadden, is de alvleesklieroperaties. Patiënten met alvleesklierkanker, dat zit, ja, u ziet hier de lever, de maag, de 12-vingerige darm en daarachter zit de alvleesklier. En bij die operatie wordt een stuk 12-vingerige darm samen met de kop van de alvleesklier bij alvleesklierkopkanker en een stuk van de galgang weggehaald en wordt daarna de dunne darm vastgezet weer op al die structuren. Het is een grote operatie, doen we hier vrij vaak. Verder bijvoorbeeld leveroperaties, hier zie je de helft van de lever die verwijderd is met zo'n robotoperatie. Dat doen we ook, hè. Dus bij patiënten met uitzaaiingen van dikke darmkanker in de lever, maar ook andere leverproblemen in heel zeldzame gevallen van leverkanker. De HIPEC, waar ik het net over heb gehad. Patiënten met uitzaaiingen van dikke darmkanker in het buikvlies konden we vroeger eigenlijk niet echt goed helpen. Maar er is een operatie ontwikkeld waarbij je alle afwijkingen uit het buikvlies verwijdert. En daarna spoel je de buik met verwarmde chemotherapie. Dat kan niet bij alle patiënten met uitzaaiingen van in het buikvlies. Het hangt er wel van af hoe groot hoeveel uitzaaiingen er zijn. Als het te veel zijn, dan kan dat niet. En daar heb ik een plaatje van. En je ziet het een beetje schematisch weergegeven. Via een hardlongmachine wordt dat dan gespoeld. Dan duurt dat vaak anderhalf uur spoelen. Om alle celletjes die je niet ziet, alsnog weg te halen. Longkanker, ik heb er geen plaatjes van, jammer genoeg. Maar ook hier behandelen we patiënten met longkanker. Dat kan, dat wordt meestal gedaan met een kijkoperatie, maar wordt ook gedaan met een open operatie. Schildklierkanker, melanomen en sarcomen, waar we het net over hadden, die worden ook hier behandeld. En borstkanker, geen plaatjes van. Borstkanker, even terugkomend op Halsted, die halen alles weg. Vervolgens werd het minder, haalden we alleen de borst minder, gingen we alleen de borst, gingen we een deel van de borst weghalen en de stralen. Maar ook haalden we niet maar alle klieren weg, maar haalden we de schildwachtklier weg. Vroeger was het zo, als de schildwachtklier een uitzaaiing had, haalden we alle klieren weg. Dat doen we ook niet meer, we gaan weer bestralen. Dus er zijn heel veel veranderingen ook gaande. Naast dat het feit dat we vroeger de borst amputeerden, opereren we ook steeds meer samen met de plastisch chirurg en halen we de borst weg, maar kunnen we ook meteen een reconstructie doen. Of als we denken dat we het wel borstsparend kunnen doen, dan kunnen ze ons ook helpen om het mooier te maken. Veel veranderingen gaande in de heelkunde, in de chirurgie, in de oncologische chirurgie. En ik hoop dat ik jullie een beetje een beeld heb kunnen geven van wat wij hier doen en wat eigenlijk de geschiedenis is van de chirurgie en de oncologische chirurgie. Introductie. Ja, wat ik wil gaan vertellen is de behandeling van kanker, maar dan vooral de plaats van de systeemtherapie. Hè, wat is systeemtherapie nou eigenlijk? Hè, daaronder valt de groep chemotherapie, doelgerichte therapie, maar ook de immunotherapie, wat hedendaags behoorlijk vaak voorkomt.
Wat ik ook wil vertellen is van wat is onze rol nu als internist? Van, hè, hoe maken we nou gezamenlijk keuzes, maar vooral gezamenlijk met de patiënt? En ook nu weer eventjes een toevoeging van waar zijn wij in het MST nou goed in? Nou ja, eigenlijk even ten overvloede van wat er al verteld is, maar bij de behandeling van kanker zijn er meerdere dingen belangrijk, waaronder de lokale therapie. Dus de chirurg die een tumor kan verwijderen en de bestralingsarts die hem kan bestralen. Maar zoals Dr. Wienega verteld heeft, gaat de ziekte ook verder door het lijf. Er kunnen zwevende cellen zijn of cellen die zichtbaar naar een afstand toe uitzaaien. En dan komt systeemtherapie aan de orde. En systeemtherapie komt dus door het lichaam en kun je toedienen via een infuus of via een onderhuidse injectie. Of je kunt het in tabletvorm aan de patiënt geven. Nou, wat wij doen met systeemtherapie, we geven dan medicijnen die door het hele lichaam circuleren en die de kankercellen kunnen doden of die de groei van kankercellen kunnen hebben. En net heb ik al iets gehoord over ja, wat is nou het doel van de therapie, waarom geven we systeemtherapie? Nou, we geven het om patiënten te kunnen genezen, hè, om ze van hun ziekte te kunnen bevrijden. Je kunt dat doen aanvullend na een operatie. Dat doen we bijvoorbeeld bij een groep darmkankerpatiënten of bij een groep borstkankerpatiënten. Je kunt het ook geven voorafgaand aan de operatie, om het min of meer wat makkelijker voor de chirurg te maken. Dat doen we bijvoorbeeld bij endeldarmkanker of bij bepaalde vormen van blaaskanker. En wat eigenlijk je doel is, is dat je een behandeling geeft waarbij je het eindresultaat wilt verbeteren. Waardoor de kans terugkeer van de ziekte kleiner wordt. Niet alle patiënten kunnen we genezen, vooral de mensen met uitzaaiingen lukt ons dat vaak niet. Maar dan kun je nog steeds de patiënt behandelen en dan is het doel palliatief. En wat je dan doet is dat je de tumor kleiner maakt, dat je hem stabiliseert. En als de patiënt klachten heeft van de ziekte en je maakt hem kleiner, dan zorg je ervoor dat de klachten weggaan. Dus je geeft het ter verbetering van de kwaliteit van leven, klachten te verminderen en de patiënt wat meer tijd te geven. Nou, wat is nou systeemtherapie? Hier nog weer eventjes een plaatje van een hoop kankercellen die op één plek bij elkaar zitten. En zo'n kankercel kan van die plek loskomen en die kan dan onder andere via de bloedbaan een andere weg zoeken. En ergens in een orgaan waar die zich graag wil nestelen, dan kan die bloedbaan eruit gaan en daar een uitzaaiing geven. Nou, de manier om dat dan te behandelen is dan wel met chemotherapie, doelgerichte therapie of met immuuntherapie. Ik wil beginnen met chemotherapie. De meeste mensen kennen chemotherapie wel. En chemotherapie, we hebben daar enorm veel verschillende soorten van. En die chemotherapie die worden ingedeeld in groepen. En die groepen die werken allemaal op een andere manier. En eigenlijk de belangrijkste werking van chemotherapie is dat het DNA van de cel kapot gaat. En DNA heb je nodig, anders kan een cel niet functioneren. Hij leeft door dat DNA, maar ook dat DNA is noodzakelijk om de cel te kunnen laten delen en dat die kan groeien. Maak je DNA kapot, dan maak je min of meer de kanker kapot. Nou, chemotherapie geven we dus aan heel veel soorten tumoren. Je kunt één vorm van chemotherapie aan de patiënt geven. Sommige tumoren geven we meerdere chemotherapeutica bij elkaar. Bijvoorbeeld een vorm van borstkanker, dan geven we dus drie middelen tegelijk. En er zijn ook bepaalde vormen van kanker die maar één middel krijgen. Dat is dus afhankelijk van het tumorsoort. Chemotherapie kun je combineren. Je kunt dat samen geven met bestraling. Dat doen we bij een aantal tumoren. Je kunt dat combineren met doelgerichte therapie. Daar vertel ik straks wat over. En je kunt het ook nog combineren met een soort warmtetherapie. Dat heet met een moeilijk woord hyperthermie. Nou, als wij besluiten dat een patiënt chemotherapie moet krijgen, dan moeten we een heel aantal dingen van de patiënt weten om dat veilig te kunnen doen. We beginnen heel vaak met een soort bloedonderzoek. Wat we dan doen is dat we kijken van, heeft de patiënt voldoende witte bloedcellen, heeft de patiënt voldoende bloedplaatjes, werken de lever en de nieren normaal? Dat heb je allemaal nodig om de chemotherapie aan te kunnen. Chemotherapie wordt net zoals alle andere medicijnen via de nieren of via de lever het lichaam uitgescheiden. En als je nieren en je lever niet goed functioneren, kun je de chemotherapie soms ook niet aan. Wat we ook heel vaak doen voor start van de chemotherapie is een hartfilmpje. Een
aantal van onze chemotherapiemiddelen die kunnen effect hebben op de pompfunctie van het hart. En dan wil je wel weten dat de pompfunctie goed is. Want als die slecht is en je gaat daar chemotherapie bij geven, dan kan dat voor de patiënt gevolgen hebben. Dus we doen dan vaak een hartfilmpje en soms moet je zelfs ook een speciaal onderzoek doen om echt de pompfunctie van het hart te beoordelen. Vervolgens gaan we in die voorbereiding patiënt ook uitleggen wat ze allemaal zelf thuis moeten innemen. Chemotherapie wordt geassocieerd met misselijkheid en braken. Niet elke chemotherapie doet dat. En we hebben een soort indeling, chemotherapie die weinig kans geeft op misselijkheid. Volgende groep die geeft een reële kans op misselijkheid. En we hebben ook chemotherapie waarvan we 100% zeker weten dat de patiënt misselijk wordt. En afhankelijk van in welke categorie die valt, krijgt de patiënt ook hulpmedicijnen, hè, antimisselijkheidsmedicijnen. Dus dat gaan we op voorhand al aan de patiënt geven, om de patiënt eigenlijk niet misselijk meer te laten worden. Voorheen, dat is de tijd die ik ook niet ken eigenlijk, maar hè, dan werd eigenlijk heel veel patiënten echt gewoon heel misselijk van chemotherapie. We hebben nu zulke goede antimisselijkheidsmedicijnen dat dat eigenlijk bijna nooit een probleem is. He, mensen zijn nog wel misselijk, maar het is vaak draaglijk voor de patiënt. Voordat de patiënt aan chemotherapie begint, moet je ook weten, he, wat gebruikt de patiënt zelf aan medicamenten? He, kan dat veilig gecombineerd worden met chemotherapie? Bijvoorbeeld bloedverdunners. He, dat zijn allemaal dingen die heel belangrijk zijn. Daarnaast, wat dokter Biemega net ook al benoemde, is wat gebruikt de patiënt nog, wat hij bij een drogist kan krijgen of bij een homeopathische winkel. Dat is voor ons belangrijk om te weten, omdat sommige dingen niet goed samengaan. We weten onder andere van cannabisolie niet of dat de werking van chemotherapie minder kan maken. En dat is toch jammer als dat bij de patiënt het geval blijkt te zijn. Voordat je aan chemotherapie begint, moet je ook wel degelijk weten wat de wensen van de patiënt zijn. Als er bijvoorbeeld nog een kinderwens is bij de patiënt, en we maken met chemotherapie sommige patiënten onvruchtbaar. En dat moet je van tevoren weten, want dan kun je van tevoren actie ondernemen. Nou, vervolgens chemotherapie en bijwerkingen. Hè, wat je doet met die chemotherapie is dat je snel delende cellen kapot maakt, hè, doordat je dat DNA beschadigt. Maar helaas maakt chemotherapie geen onderscheid met de gewone cellen. Dus ook snel delende gewone cellen, die kunnen door chemotherapie aangetast raken, waaronder bijvoorbeeld het haar. Niet van alle chemotherapie word je kaal, maar van sommige chemotherapie wel. Nou, maag-darmslijmvlies is eigenlijk een bekleding van de maag en van de darm. En dat zijn ook sneldelende cellen. Dus dat verklaart waarom mensen minder eetlust krijgen, makkelijker misselijk worden of diarree kunnen krijgen. Nou, in de botten van ons lichaam, daar zit beenmerg. En beenmerg, daar maak je rode bloedcellen, witte bloedcellen en je bloedplaatjes. Die gaan bijna altijd omlaag door chemotherapie, dus je wordt kwetsbaarder voor infecties, kun je makkelijker bloedingen krijgen. Dus daar controleren wij ook vaak op dat mensen extra bloed moeten laten prikken. Onderste plaatje hier op de sluithaar bedoel ik mee dat het ook daadwerkelijk de zenuwen kan aantasten. We hebben een aantal vormen van chemotherapie die schade geven aan de lange zenuwen. Dus dat zijn de zenuwen van de handen en van de voet. Dat kan hele vervelende tintelingen geven, pijn. Mensen kunnen soms de knoopjes van de blouse niet meer dicht krijgen. Dus daadwerkelijk een hele hinderlijke bijwerking. Maar ik heb vermoeidheid er nog bij gezet. Dat is ook een welbekende bijwerking. Maar dat was eigenlijk het stuk over chemotherapie. Dan ga ik wat verder over doelgerichte therapie. Want dat is eigenlijk iets wat recenter veel meer toegepast wordt. Een doelgerichte therapie, daar bedoel ik mee dat het is een vorm van therapie die aangrijpt op speciale eigenschappen van een kankercel. En dat is eigenlijk een veel slimmere vorm van therapie, want die maakt niet alle sneldelende cellen maakt die kapot, maar die grijpt heel specifiek aan op een kenmerk die de kankercel heeft. Dus het is veel slimmer. Voordeel is dat het in theorie minder bijwerking geeft. Als je niet al die gezonde cellen aantast, maar alleen de cel waar het om gaat, dan kun je daarmee de patiënt minder bijwerkingen geven. Om te kijken of iemand voor zo'n medicament in aanmerking komt, moet je heel vaak een testje doen op de tumor. Kijken of de tumor ook die eigenschap bevat, anders werkt het vaak niet. Dat doen we soms op bloed. Dat doen we soms op de tumor. Hè. De chirurg heeft vaak iets weggeopereerd, dus daar kunnen we dat op bepalen of uit het biopt wat we vooraf nemen.
Ik heb hier een vorm van doelgerichte therapie die, denk ik wel, een beetje illustreert wat we daarmee doen. Oh, heb ik wel even de pointer nodig. Wil jij voor mij? Deze vorm van doelgerichte therapie die heet tamoxifen. En tamoxifen is een middel wat wij geven aan borstkankerpatiënten. En dat kun je doen na de borstkankerpatiënten geopereerd zijn. En we geven het ook aan patiënten met Alzheimer van borstkanker. Het werkt alleen als je een hormoongevoelige borstkanker hebt. Nou, hoe werkt dat dan? Je hebt een kankercel. En op die kankercel zit dus bij de hormoongevoelige borstkanker zit er een hormoonantenne. En die hormoonantenne, daar kunnen vrouwelijke hormonen op gaan zitten. En elke vrouw, zelfs ook in de overgang, maakt vrouwelijk hormoon. Als dat oestrogeen op die receptor, op die antenne gaat zitten, dan gaan die kankercellen vermeerderen. Dat is een soort groeisignaal. Nou, wat doet tamoxifen? Tamoxifen zorgt dat er een soort slot op die antenne komt. Kunnen die vrouwelijke hormonen er niet op gaan zitten? Wordt er geen groeisignaal afgegeven? En als een kankercel niet kan groeien, dan gaat hij eigenlijk dood. Dus dit is een vorm van doelgerichte therapie. Dus eigenlijk op een slimme manier een kankercel aanpakken. Nog een voorbeeld van doelgerichte therapie. Dit is misschien wat ingewikkelder plaatje, maar als we links beginnen, heb je een tumor. En een tumor die is slim en die tumor die maakt groeifactoren. Die groeifactoren kunnen daarmee nieuwe bloedvaten maken. En je moet dat dan een beetje zien, dat die tumor die trekt al die bloedvaatjes naar zich toe. En via de bloedvaten komt er voeding en zuurstof in de tumor, waardoor die tumor kan groeien. He, dus dat is eigenlijk iets wat die tumor als eigenschap bij zich heeft, die wij eigenlijk niet willen dat die tumor die heeft. Nou, wat hebben we nou voor medicament daarvoor? Dat medicament dat heet bevacizumab. En dat is een soort antilichaam die groeifactor, die gemaakt wordt door die tumor, kan hebben. Die gaat daar bovenop zitten en die vangt die groeifactor weg. Zodat die groeifactor ervoor zorgt dat er geen nieuwe bloedvaten komen. En als die bloedvaten kapot gaan, dan is dat een manier waardoor die tumorcel minder voeding krijgt. Dit medicament passen we bij meerdere ziektes toe, maar het werkt eigenlijk niet alleen. Je moet het eigenlijk altijd combineren met chemotherapie. Aan wie geven we het? We geven het aan uitgezaaide darmtumoren, aan patiënten met baarmoederhalskanker met uitzaaiingen en patiënten met eierstokkanker en uitzaaiingen. Wat ik al zei, het is, je kent dit middel niet dat dat echte chemotherapie gerelateerde bijwerking heeft, misselijkheid, braak en haarverlies. Maar het is wel degelijk een medicament dat bijwerkingen heeft, dus het is niet onschadelijk. Je kunt daar een hoge bloeddruk van krijgen, je kunt er een soort eiwitlek in de urine van krijgen. Je hebt een verhoogd risico op zowel bloedstolling, dus op trombose, dan wel op bloedingen. Dus het is wel degelijk een middel met bijwerking. Nou, die hoge bloeddruk en eiwit in de urine zien we wat vaker. Dat kunnen we heel goed behandelen. De trombose en de bloedingen vinden we vervelender, maar dat is maar een heel beperkt percentage van de patiënten. Heb ik nog een vorm van doelgerichte therapie. En dat gebruiken we onder andere bij patiënten met uitgezaaide huidkanker. En dan wel specifiek het melanoom. En hier heb ik weer een simpel plaatje gemaakt met een melanoomcel, dus een huidkankercel. En de helft van de patiënten met melanoom, heeft een bepaald eiwit die verhoogd aanstaat. En ook dat is weer zo'n groeieiwit. Dat groeieiwit geeft continu een signaal af om meerdere kankercellen te maken. En dan hebben we een medicijn, klinkt heel simpel, maar het is een BRAF-remmer. Dus een medicament die dat groeisignaal stillegt. En dan kunnen de kankercellen niet meer groeien. Het is een ontzettend effectief middel. Het werkt heel snel, het werkt enorm, bij enorm veel van de patiënten, slagingskans van zo'n beetje 60-70%. Het is alleen een effect wat niet onuitputtelijk aanhoudt. Dus het is voor patiënten vaak, de gemiddelde winst van deze behandeling is zo'n beetje een jaar. Een voorbeeld. Een patiënt niet zelf gezien, maar wel een voorbeeld wat daadwerkelijk uit de praktijk komt. Een patiënt met uitgebreide huidkanker, met allemaal onderhuidse huiduitzaaiingen, die slikt 4 weken deze therapie, de uitzaaiingen weg. Hoge kans, goed effect, alleen na een jaar kan weer zijn dat hij eruit ziet als op dat jaar. Nou, de immunotherapie.
Fototherapie, dat is een beetje het woord van deze tijd. Iedereen die bij ons in de spreekkamer komt, vraagt van, kom ik in aanmerking voor immunotherapie? Nou, immunotherapie is een behandeling die de afweerreactie stimuleert tegen de kankercellen. Dus het is niet zozeer een behandeling die gericht is tegen de kanker. Nee, het is een behandeling die ons eigen weerstand actiever maakt om die kankercel kapot te maken. Wat is daarvoor belangrijk? Bij wie werkt immunotherapie? Ja, je eigen immuunsysteem moet die kankercel als een kankercel herkennen. Dus hij moet hem als lichaamsvreemd zien. Dat is een belangrijke voorwaarde en dat is eigenlijk alleen maar mogelijk bij kankers die heel veel van die mutaties hebben. Die dus heel erg afwijkend zijn. En wat belangrijk is, ons eigen afweersysteem moet dus geen rem hebben. Ons eigen afweersysteem moet overactief zijn. Die moet die kankercel kunnen aanpakken. En daarvoor heb ik een filmpje, omdat dit vrij ingewikkeld is om dit in woorden uit te leggen, hoop ik dat dit iets illustratiever is. Iedere dag moet ons lichaam zichzelf beschermen tegen ziektemakers van buitenaf. Of van binnenuit tegen afwijkende cellen, zoals kankercellen. Afweercellen spelen een cruciale rol bij de bescherming van ons lichaam. Er bestaan verschillende soorten afweercellen en iedere soort heeft zijn eigen taak bij het beschermen van ons lichaam. Een belangrijke cel daarin is de T-cel, ook wel T-lymfocyt genoemd. T-cellen stromen mee in het bloed en kunnen zich dwars door de wanden van bloedvaten verplaatsen. Ze kunnen weefsels in en weer uit. Terwijl de T-cel door het lichaam reist, bekijkt hij alle cellen van het lichaam. De T-cel doet zijn checks met een soort voelspriet, de T-cel receptor. Hij checkt daarbij of er afwijkende cellen zijn, zoals hier bijvoorbeeld een virusgeïnfecteerde cel. Wanneer de receptor een afwijkende cel herkent, klikt hij vast. Vervolgens geeft de receptor een signaal aan de T-cel om over te gaan tot vernietiging van de afwijkende cel. Door het loslaten van dodelijke moleculen wordt de cel vernietigd. De T-cel speelt een belangrijke rol in de immuuntherapiebehandelingen bij kanker, omdat hij ook sommige vormen van kanker als afwijkend kan herkennen. Deze kan hij vervolgens vernietigen. Naast de T-celreceptor zijn er andere receptoren die de vernietigfunctie van T-cellen remmen. Deze receptoren heten checkpoints. Als deze checkpoints aangaan, geven ze een stopsignaal en kan de T-cel niet meer overgaan tot vernietiging van de afwijkende cel. Kankercellen proberen de checkpoints van de T-cel te misbruiken door onterecht stopsignalen te geven. Op die manier zorgen ze ervoor dat ze niet vernietigd worden. Immuuntherapiebehandeling met checkpointremmers probeert dit misbruik door kankercellen te voorkomen, doordat ze het onterechte stopsignaal vanuit de kankercellen kunnen blokkeren. Best nog wel een behoorlijk ingewikkeld filmpje. Maar ja, het is op die manier toch wat illustratiever wat er gebeurt. En ik heb hier nog één plaatje waarbij ik het nog even kort wil herhalen. Je ziet aan de linkerkant zie je dus een tumorcel. En die tumorcel die maakt dus een verbinding met je eigen afweercel. En als de beide pootjes tegen elkaar aankomen, dan is dat vanuit de tumorcel een eigenschap om je eigen afweer stil te leggen. Dus dan kan die tumorcel verder groeien. Rechts zie je het plaatje waarbij de tumorcel dat probeert, maar we dus een bepaald medicament geven die die tweede klik voorkomt. En als die tweede klik niet gemaakt wordt, wordt het immuunsysteem overactief en die maakt die kankercel dan dood. Dat is de manier hoe immuuntherapie werkt. Dus dit is ook eigenlijk weer een slimmere vorm van therapie.
Immuuntherapie zetten we op dit moment standaard in bij uitgezaaide huidkanker, en dan wel het melanoom. We geven het ook aan uitgezaaide nierkanker, uitgezaaide blaaskanker en een uitgezaaide longkanker. En als je kijkt op dit moment zijn eigenlijk voor alle tumorsoorten zijn er ja, dan wel studies gaande om te kijken of dat daar werkt. Er zijn ook al wel een heel aantal tumorsoorten waarbij dit niet werkt. Dus het is nog steeds niet zaligmakend. En als je nou praat over immuuntherapie, hè, dan praten we nog steeds over een levensverlengende behandeling. Het is wederom geen mogelijkheid om de patiënt te genezen. Maar we kennen nu toch ook allemaal patiënten waarbij je ziet dat die immuuntherapie langdurig de ziekte kan controleren. En dat is de bedoeling. Nou, immuuntherapie klinkt ook weer heel erg mooi, maar ook hier zien we weer bijwerkingen. En die bijwerkingen die zijn eigenlijk heel logisch, want je eigen immuunsysteem wordt actiever gemaakt. Het wordt actiever gemaakt om die kankercel als afwijkend te herkennen en hem dan op te ruimen. Alleen dat immuunsysteem maakt dan wel eens een keer een foutje dat hij je gewone cel ook meeneemt. Dus eigenlijk elk orgaan in je lichaam kan door immuuntherapie ontstoken raken, omdat die verhoogde afweer op je eigen lichaam aanpast. Dat kan bijvoorbeeld in je darmen bij het slijmvlies gebeuren. Die mensen kunnen enorm heftige diarree krijgen. Kan in je longen, dus dat je een soort longontstekingsbeeld krijgt. Dat is dan niet een longontsteking door een bacterie, maar door het feit dat je eigen lichaam je long kapot maakt. Het kan je lever doen ontsteken, het kan spierpijn geven doordat die spieren geïrriteerd raken. En ja, dat zijn bijwerkingen die we gelukkig met de nieuwe vormen van immuuntherapie niet zo vaak zien, maar het komt wel degelijk voor. Nou, dat waren eigenlijk de drie pijlers die op dit moment door ons toegepast worden bij de patiënten met kanker. En wat ik nu nog even wil benoemen is, ja, we hebben nu ontzettend veel behandelingen tot onze beschikking. Maar hè, wat maakt dat je samen met de patiënt een bepaalde keuze maakt? Nou, ik denk dat het allereerst voor de medische oncoloog enorm belangrijk is om te vertellen wat we kunnen bieden. En wat we kunnen bieden houdt toch vaak in, hè, waar praten we over, wat is de winst, wat zijn de bijwerkingen. Maar vervolgens moet de patiënt aangeven wat de patiënt belangrijk vindt. En dat is een beetje in aanvulling op het verhaal van dokter Wienerga. Vindt de patiënt het belangrijk dat hij zo'n klein mogelijke kans op terugkeer heeft? En wat heeft de patiënt daar dan voor over? Vindt de patiënt bijwerkingen heel erg belangrijk? Of zegt de patiënt, nou ja, als ik wat misselijk ben, vind ik dat, dat is voor mij niet een hoofdprobleem. Vindt de patiënt de duur van het leven heel erg belangrijk? Ja, het klinkt alsof dat voor iedereen belangrijk is, maar toch zijn er mensen die daar anders over denken. En ja, sommige patiënten zeggen, ja, de duur maakt niet uit, kwaliteit is waar het om gaat. Dus we komen uit op gezamenlijke besluitvorming. Shared decision making, zoals we dat noemen. En dat is toch wel weer een beetje een kreet van deze tijd. Nou ja, om een voorbeeld te noemen is ook een klein beetje aanvulling op wat dokter Wienerga verteld heeft. Ik neem het voorbeeld van een patiënt met darmkanker. Nou, we hebben dan weer een stadium, dokter Wienerga heeft het ook verteld. Dit betreft een patiënt met een stadium 3 darmkanker. Dat betekent dat de tumor een bepaalde grootte heeft, maar vooral dat er lokale lymfeklieren aangetast zijn. Die zijn wel door de chirurg weggeopereerd, maar we zien dat deze patiënten toch een verhoogd risico hebben op ziekte terugkeer. En dan zegt de richtlijn aanvullend chemotherapie. Nou, wat ik doe is dat ik net zoals dokter Wienerga vertel, hè, u moet per definitie niks. U moet horen wat wij kunnen, maar vooral ook wat we aan bijwerkingen kunnen geven en dan moeten we gezamenlijk tot een besluitvorming komen. Nou, daar zijn we op dit moment, in de spreekkamer is dat natuurlijk gewoon een gesprek met de patiënt. Er zijn ook al meerdere programma's dat je dat als patiënt kunt voorbereiden. Dat noemen we keuzehulp. Hè, dat je van tevoren kijkt en alvast doorneemt om je eigen prioriteitenlijstje te maken. Nou, de opties voor deze casus, hè, voor deze situatie, is dat je zegt, nou, ik doe die nabehandeling niet. Nou, dan blijf je bij de chirurg onder een strikte controle. Voor in ieder geval 5 jaar. En de patiënt kan zeggen, nou, ik ga wel die chemotherapie doen. Nou, dan is de huidige richtlijn om die patiënten elke 3 weken een infuus te geven, gecombineerd met 2 weken tabletten slikken. Rustweek en dan begint dat opnieuw. En de duur is 3 of 6 maanden. Dus je bent, nou ja, in een bepaald geval ben je een half jaar onder de pannen met deze behandeling. Nou, dit is chemotherapie wel degelijk met bijwerking. He, bekende bijwerking, maar de meest belangrijke bijwerking, vind ik ook de meest hinderlijke, is die gevoeligheid van de handen en voeten.
Dit is echt chemotherapie die je zenuwen kan aantasten. En bij veel patiënten is dat, als je daar goed op let, is dat omkeerbaar. Als de chemotherapie klaar is, dooft dat weer uit. Het kan ook onomkeerbaar zijn. Dit zijn ook mensen die uiteindelijk bij een neuroloog terechtkomen met persisterende zenuwpijn. Ook als je de chemotherapie wel doet, controles voor 5 jaar. Nou, dit is ook eigenlijk een beetje in aanvulling op net. Ik probeer het nog een beetje in het plaatje te laten zien. En nou, als je alleen maar opereert en je doet geen nabehandeling met chemotherapie, dan heeft 50% van de patiënten is in principe genezen. Dus 50% van de patiënten heeft überhaupt die hele behandeling niet nodig. Nou, als we dan kijken wat onze chemotherapie kan doen, is dat we daarmee voor 10% van die patiënten het leven kunnen verlengen. Met andere woorden, die hebben baat gehad van de chemotherapie. Ik illustreer dat ook altijd een beetje van, hè, als ik 10 patiënten vandaag zie, ik geef al die 10 patiënten chemotherapie, heeft er eentje baat bij gehad. Nou, er is een groep patiënten, wat ik u al vertelde, die heeft het niet nodig. Hè, die hoort bij die 50% die überhaupt al genezen is. Ja, er zitten ook patiënten bij die ik de chemotherapie wel geef en waarbij het ook terugkomt. Die hebben er per definitie ook geen baat bij gehad. Dus dit is wat je de patiënt moet vertellen. En dit maakt ook dat het is dat je gezamenlijk een doel moet bepalen. Ik vind niet dat ik voor een patiënt kan bepalen of een patiënt die 10% kans een reële kans vindt voor de bijwerkingen die het wel degelijk kan geven, een half jaar na behandeling. En daarom zijn de wensen van de patiënt belangrijk en nogmaals, de wensen die variëren enorm. Maar het is een beetje een herhaling van zetten, maar ik zal nog even kort benoemen wat wij hier in het MST doen. En ja, herhalingen zijn toch in het ziekenhuis voor de complexe oncologische zorg. Iets wat wij hier doen, wat een heel aantal centra niet doen, zijn ingewikkelde huidkankers behandelen. We doen hier uitgebreide lever- en alvleesklierchirurgie. We doen behandeling van zeldzame tumoren en op het gebied van de bloedziektes doen we hier stamceltransplantaties. Dus we zijn een centrum wat een heleboel goede oncologische zorg kan leveren. Een zorg wat veel voorkomt, maar inderdaad ook de zorg die minder vaak voorkomt en waarvoor je hier op de goede plek bent. En dat is belangrijk voor de mensen in het centrum. Ja, ik zou het vandaag hebben over bestralingen, wat we allemaal eigenlijk hier in Enschede doen. En ik vertel even eerst heel kort wat de definitie is van bestralingen. Verder neem ik even mee een reis door de tijd van hoe de bestralingen eigenlijk ontwikkeld zijn en hoe de bestralingen eigenlijk heden ten dagen eigenlijk verlopen. En wat we eigenlijk hier in het MST allemaal kunnen. En ook nog even kort over wat we in een palliatieve setting, nou die begrip hebben jullie van mijn voorgangers net gehoord, dat betekent, kunnen. En wat nu helemaal hip is in de media over protonentherapie, daar wil ik het ook kort ook wat over vertellen. Wat is radiotherapie? Dat is eigenlijk een hele hoge dosis aan ioniserende straling geven, zodat er tumordood tot in de DNA bewerkstelligd kan worden. En eigenlijk is het zo dat als we kijken, zoals een internist met de chemotherapie bezig is, dat werkt eigenlijk op eiwitten die tot expressie komen op de oppervlakte van een tumor. Maar wij gaan eigenlijk veel, veel, veel dieper in de cel. En wij zijn eigenlijk opgebouwd uit dat linkerplaatje inderdaad. Dat is eigenlijk, in het centrum zit u eigenlijk een atoomkern zitten. En eromheen circuleren elektronen, zoals zeg maar de aarde. De maan om de aarde heen draait. En dat is allemaal in evenwicht. En je moet zich voorstellen dat als ik een atoomkern ben en ik heb een stukje touw en aan het eind zit er een elektron, dan zit ik continu zo te draaien. Heel hard, maar we zijn in evenwicht. Als je nou van buitenaf een hele hoge dosis aan energie loslaat om die touw te knippen, dan vallen wij allebei uit elkaar en dan komt er dus heel veel energie vrij en kan dus zo'n elektron, die kan dan losschieten en kan dan een naburige atoom met zijn elektron aanvallen. En dat kan het ook niet aan, hè? Dan krijg je dus dat ook weer onstabiel wordt en dan krijg je zo'n soort exponentieel effect van hoogenergetische moleculen die dan vervolgens de DNA in tweeën kunnen breken en daardoor dus eigenlijk celdood bewerkstelligen. Ook zo'n atoomkern, dat bestaat uit protonen en neutronen,
die kunnen ook dus heel erg energetisch worden en daardoor ook tumordood bewerkstelligen, waar ik dan op het eind nog kort zal vertellen met de proto. Eigenlijk, als u van mij dit onthoudt, ben ik al heel erg blij. Wat over de bestralingen, het werk op de plek waar je het geeft, dus niet overal in het lichaam, maar echt alleen op de plek waar ik gericht mijn bestralingen wil oprichten. Het werkt niet meteen, in de zin van het is niet meteen zichtbaar, maar het is er wel. Het werkt dus vertraagd en dat heeft ook bijwerkingen, die ik verdeel in vroege, acute bijwerkingen en bijwerkingen die pas veel later optreden. En dat is ook afhankelijk van welke orgaan je de bestralingen eigenlijk uitvoert en natuurlijk ook hoe groot is het gebied. Als je een tumor bestraalt die heel klein is, kun je je voorstellen dat je daarmee eigenlijk veel beter de kritieke omliggende organen kan sparen. Terwijl als het een heel groot tumor is, dan wordt het wat lastiger om dat goed te bestralen en ook de omliggende organen zo goed mogelijk te sparen. En ook de dosis maakt ook heel erg veel uit. Maar dan geef ik een geschiedenis. Meneer Röntgen, Wilhelm Röntgen, die was dus op in 1895, was hij in een hele donkere kamer, had hij een vacuüm buis. En daar wilde hij eigenlijk stroom genereren. En wat hij dus deed, dat was een heel donkere kamer. En hij, in het buisje zette hij de stroom aan. En wat hij dus zag, het was heel toevallig dat in het kamer was er ook een filmpje. Hij was dus hier bezig met het vacuümbuisje, dat stroom aan te zetten. En zag dat er daar in één keer een soort licht ontstond. En hij wist niet precies wat het was. En wat deed die beste man? Die riep zijn vrouw en zei: steek je hand maar daarin. Dat doe je dan, hè? En Anna Röntgen deed dat. En die, tot haar schrik zag ze een afbeelding van haar schelp. Ik schrok er zo wat van. Die zei: ik heb hem dood gezien. Ja, skelet dood. En toen werd dus duidelijk dat röntgenstraling eigenlijk, meneer Röntgen die wist dus niet precies wat het was, hè. En in het wiskunde, als je iets niet weet, noem je dat X. En hij noemde dat ook X-straling, in het Engels X-rays. Maar goed, tegenwoordig heet het ook wel röntgenstraling. En daardoor, toen hij dat publiceerde, van joh, er is straling, die kan, is dus zo energetisch rijk, dat het dwars door je lichaam heen kan gaan, en dat je dus nu foto's zou kunnen maken, toen was de hele natuurkundige wereld helemaal enthousiast. En is dus, zijn ze helemaal gaan zoeken, en bleek dus zelfs in de natuur, zijn er ook natuurlijke elementen, dat was meneer Becker die dat ontdekte, die zei van uranium, dat zijn voor het een natuurlijke element, dat ook hele hoge doses van straling kan geven, dat je ook misschien zou kunnen gebruiken op het menselijk lichaam. Nou, en die meneer Becquerel was goede vrienden met mevrouw Curie. En mevrouw Curie, die had met haar man ook net op dat moment een apparaat ontwikkeld, waarbij je dus ook hoge doses van straling zou kunnen meten. En die ontdekte radium. En het bleek dat radium, in tegenstelling tot röntgenstraling, nog meer energetisch was en nog dieper in het weefsel kon binnendringen. En toen was het helemaal geweldige behandeling, die radium, die stralingen, zou tegen alles helpen, mannen die zeg maar erectieproblemen zouden hebben, daar kon je dan op bestralen. Het zou goed zijn voor je algehele welgestelde, dus die radioactieve radium zat in chocolade, iedereen zou dat eten. Dat zou goed zijn voor je gezicht, dus dat was ook prima. Het werd zelfs in boter vermengd en jong en oud had dat. Het zou dus ook, omdat het ook zo fluoriserend was, zou dus ook heel mooi kunnen zijn om dat in horloges te verwerken. En dat was een bedrijf die dat allemaal deed, hè, en die huurde de zogenaamde, hè, want als je zeg maar dat klokwerk, al de cijfers met radium verf, dat allemaal moet gaan inkleuren, dan had je dus hele slanke dames nodig, hè, die dat allemaal mooi konden verven. En dat deden ze dan, stond er geen enkele bescherming. En gewoon dat penseel in het radium verf aflikken, verven. Zo ging dat. Die bijvoorbeeld, het was de tijd van 1800 in deze periode. Toen was antibiotica nog niet, Alexander Fleming was dat nog net niet.
met zijn penicilline ontdekt. Dus mensen die op dat moment heel veel leden aan tuberculose, dat zou bijvoorbeeld ook heel goed kunnen zijn om tuberculose te behandelen. Als iedereen standaard met tuberculose werd dan hoge doses aan straling daar gegeven. Nou, toen bleek in 1920, een paar jaar later, bestraling werd vertraagd, dus een paar jaar later, kwamen ze erachter van, joh, dat is misschien toch niet zo geweldig, want die radiumgrows, die kregen allemaal, hun kaken die gingen eraan. Die gingen helemaal kapot. Ze kregen allemaal kanker, tongkanker, neuskanker. Dat was gewoon niet goed. En de mensen die dan het radium lagen dronken, die kregen allemaal ernstige maag-darm klachten. Dat was gewoon hartstikke gevaarlijk. Afgenomen. En toen kwam dus ook uit, dat was door meneer Rigaud, dat als je in één keer een hele hoge dosis aan straling geeft, dat dat veel effectiever zou zijn. En meerdere kleine dosis aan straling zou niet zo effectief zijn, zei hij dan. En eigenlijk een simpel rekensommetje, 10 keer 2 en 2 keer 10 is allebei 20, maar ze zijn niet hetzelfde. 10 keer 2 zijn 10 keer kleine meters aan straling. Maar 2 keer 10 zijn 2 bestralingen met hele harde klappen. Daar krijg je veel betere tumordood mee. Alleen wist men dat nog niet. Maar hij zei van, joh, pas maar op met die gezonde organen. Want als je één keer een hele hoge dosis geeft, kan je dus echt heel veel schade bewerkstelligen. En met die gedachte is gedacht van, als we die bestralingen gaan introduceren, doen we dat gefractioneerd. Dus meerdere kleine sessies geven. Hoe doen we dat tegenwoordig? Voor ons is het dus, als je naar deze geschiedenis kijkt, is het dus voor ons in twee dingen heel erg, nou, bijna heilig eigenlijk. Eén, we willen met bestralen de tumor zo goed mogelijk doodmaken, maar aan de andere kant willen wij iemand de kritieke gezonde structuren zo goed mogelijk sparen. Oftewel, we willen iemand behandelen, niet mishandelen. Je hebt daar eigenlijk grof gezegd twee soorten van bestralen. Je kunt iemand uitwendig bestralen, of je kunt, en dan ga je dus allemaal bepaalde doelgebieden bereiken, laten we zeggen een longtumor. En dan moet je dan eerst van buiten door de huid, de ribben, dan kom je echt in de longen terecht. En dat kun je doen met fotonen en elektronen, dat zal ik even straks ook eerder vertellen. En of je kunt ook een radioactieve bron, ook meneer Beckerman is een uraniumfond, kun je gebruiken om meteen echt bij de tumor zo de bestralingsbron te houden en daar dus een lokale hoge dosis aan straling te geven. Dat kan soms heel erg handig zijn, omdat de kenmerk van een radioactieve natuurelement, die hoge dosis aan straling geeft, is dat waar je het zet, daar op dat plek, krijg je een hele hoge dosis aan straling, maar een paar centimeter erna is die dosis al inmiddels zo erg laag, dat je dus daarmee de kritieke gezonde structuren goed zou kunnen sparen. Bijvoorbeeld iemand die een hele milde type van prostaatkanker heeft, die niet uitgezaaid is, en die zijn opzet een genezende behandeling kunt geven, die kun je dus bijvoorbeeld ervoor kiezen om de prostaat eruit te halen, dat kan, dan heb je wel een kans op incontinentieklachten. Wat ook niet ten goede komt bij je kwaliteit van leven. Maar je zou bijvoorbeeld ook in de prostaat radioactieve jodiumzaadjes kunnen plaatsen, wat we hier ook doen. En het voordeel daarvan is dat je dus in de tumor zo'n hoge dosis geeft dat je dus meteen tumor door wil herstellen, maar eromheen heb je de blaas zitten, van de achterkant de darmen zitten, de heupkop aan de zijkanten. De stralingsdosis die daar dus komt is al zo ernstig laag dat je dat veilig zou kunnen geven. Nou, dat is bijvoorbeeld als je iemand een inwendige bestraling zou kunnen geven. Dat is daarboven, hè, dat is met radioactieve jodiumzaadjes, die worden speciaal gemaakt in Florida, die komen hier en dan hebben we dat in een dode omhulsel. Je kunt ook bijvoorbeeld gynaecologische tumoren kun je ook daar behandelen, dat is het zogenaamde high dose rate radiotherapie. Daar zit dus, dat zijn radioactieve iridiumbronnen, dat zit daar in dat kluis veilig opgesteld. En als je dus de baarmoederhals wil gaan bestralen, dan kun je dus daar in de tumor, kun je dan van die draadjes in plaats houden en houden eigenlijk, en die koppel je dan met het slangetje, aan die kant zeg maar, dat boven. Ja, daar zijn de poorten, die kun je dan aan de koppelen. En dan druk je op een knop en dan komt die radioactieve bestraling, staat die iridium, gaat dan via die slangen, binnen de baarmoeder, straalt, gaat weer eruit.
En zo kun je dat ook beantwoorden. Lichten, dus die inwendige bestralingen, die zijn dus, het geef je aan een tumor waar je redelijk makkelijk bij kan. Ligt een tumor veel dieper in het lichaam, dan wordt het wat lastiger om inwendige bestraling te geven. En dan zou je dus uitwendige bestraling kunnen geven door elektronen, hè, dus dat is een kern die draait met, het, met die elektron daar. Die kun je dan zeg maar loslaten op de tumor. Het voordeel is, dat je misschien hier een elektron, hè, dus als je zeg maar als dit de kern is, hè, en eromheen zitten de elektronen zo in het evenwicht te draaien, en je schiet met een hoge energie zo'n elektron los, die komt dan heel, met heel veel energie komt die vrij. En als dit zeg maar de patiënt is, hier is de oppervlakte, de huid, en hier is zeg maar hoe dieper je ingaat, dan zie je dat bij de huid je met een elektron een hele hoge dosis aan straling geeft en vervolgens neemt het weer af. Dus mensen met een oppervlakkige huidtumor, en die wil dat bestralen, dat, daar kun je dus heel makkelijk elektronen voor gebruiken. Wat je ook kunt doen, is die elektron, die zeg maar hier in de bestralingsbuis wordt gegenereerd, hier, dat is wat meneer Röntgen ook deed in een vacuumbuis, de stroom opwekken, en dan zie je dus dat er hier dus elektronen ontstaan, die kun je ook heel erg hard door een magneet laten passeren, waardoor die elektronen meer en meer en meer en meer, en meer energie krijgen. En die kun je vervolgens op een metalen plaatje laten botsen. En wat je dan krijgt is heel hoog energetische lichtdeeltjes. Die zo hoog energetisch zijn dat je ze helemaal niet ziet. Maar wel veel dieper in het orgaan kunnen binnendringen. En dat is dus wat je dus hier ziet. Hele hoge dosis. En dan vervolgens neemt het af. Dus stel, als je bijvoorbeeld een tumor hebt zitten die ergens hier zit. Daar zou je bijvoorbeeld, nou dat is misschien niet een heel goed plaat, dat wil zeggen een tumor die op ongeveer, nou laten we zeggen, 10 centimeter diep zit. Dan zou je bijvoorbeeld met die fotonen, kun je dat goed bestralen en dan in langzame dosis af en de kritieke gezonde structuren die hier zitten, wij krijgen dan veel minder aan straling. En dat is dus wat we dan met fotonen kunnen doen, hè? Dat is de zogenaamde elektromagnetische straling. Dus hoog energetische lichtdeeltjes die je niet ziet, maar die wel tumordood kunnen bewerkstelligen. En straling, als we lengte in centimeters meten, meten we straling in gray. Dus de hoeveelheid aan energie die in een weefsel wordt opgenomen per kilogram. Nou, die elektromagnetische straling, die hebben we overal, ook hier zitten die stralingen. Maar hoe gevaarlijk zijn ze? Nou, als je zou kunnen kijken met een elektromagnetische bril, zullen zien dat die stralingen eigenlijk in golven hier overal kriskras op elkaar lopen. Je wifi-signaal, radiosignalen, overal zitten elektromagnetische stralingen. Alleen is het zo dat zo'n straling gaat in golfje. Maar hoe sneller die golfjes zijn, hoe meer energielekker ze worden. Dus als je, en dus meer ook schade aan de cellen kunnen veroorzaken. Terwijl hier, als je dus langs een telefoonmast of zo'n stroommast loopt, zijn die elektromagnetische golven heel langzaam. En zul je dus hier geen celschade krijgen. Dus wat je hoort van, ja, we krijgen kanker omdat we langs een stroompaal lopen. Dat is dus echt niet waar. Ook van computers kun je geen kanker krijgen. En ook geen hersenkanker van mobiele telefoons. Naarmate het eigenlijk meer en meer en meer en meer en meer zeg maar, die golven op elkaar komen, krijg je dus hier in het zichtbaar licht UV-stralingen, hè, onder de zonnebank, huidkanker. Ziet u waar dat komt? Ja? Röntgenstralen, daar worden dus ook meer, hè, dus die kun je dan echt, het is dus zo energierijk geworden. Dat het dwars door organen heen gaat en kun je dus botten bijvoorbeeld zien. En naarmate het nog energierijker wordt, dan kom je weer gamma-stralingen terecht. Hier zitten wij. Dus je begrijpt dat stralingen best wel een heel erg potent middel is, waar je heel voorzichtig moet omgaan, waar je dus echt tumordood wil bewerkstelligen, maar niet de gezonde organen onnodig wil beschadigen. De bestralingen zijn dus, de bijwerkingen van de bestraling zijn gerelateerd aan de bestraalde organen. Je moet je het zo voorstellen,
wat dokter Minkenkamp ook zei, je hebt sneldienende cellen, je hebt langzaamdienende cellen. Wat kanker karakteriseert in zijn agressiviteit, is dat die cellen snel delen. Chemotherapie, net als bestralingen, is in de eerste instantie ook gericht om sneldienende cellen dood te maken. Maar het maakt geen onderscheid. Dus goedaardige sneldienende cellen en kwaadaardige kankercellen. Als bijvoorbeeld alles wat in het bestraalde gebied zit, gaat erop reageren. Als we door een borsttumor bestralen, de goedaardige sneldienende cellen op de borst, dat zijn de huidcellen. Daarin liggen de acute bijwerkingen, dus bijwerkingen die te maken hebben met sneldelende organen. Dus dan krijg je dus een huidreactie aan. Roodheid, puffeligheid, jeugdigheid, brandigheid. Maar gezonde sneldelende cellen, die hebben DNA-herstelmechanismen in zich zitten. En die kunnen dus heel goed van herstellen. Ja, tenzij je echt hele gigadosis van straling hebt wat niks overleeft, dat doen we niet. Dus die kunnen herstellen. Hè? De bijwerkingen van de bestraling kunnen 1 of 2 weken nog aanhouden, dat groeit van de huid. En daarna komen onder nieuwe gezonde huidcellen aan en de bestraalde huid schildert af, wordt afgestoten en dan krijg je weer nieuwe huidcellen. Langzaamdelende cellen zijn de cellen die dus ook in het bestralingsveld hebben gezeten, maar daar ga je tijdens de bestraling eigenlijk helemaal niks van merken op die cellen. Heel langzaam delen. Pas, laten we zeggen, 4 maanden en nadien, 1 jaar, 2 jaar, 10 jaar later, kun je daar het effect van de bestralingen merken. Bijvoorbeeld spieren, die delen heel erg langzaam. En dus de spieren die gaan verlittekenen, bijvoorbeeld bij de borstbestraling, die merk je dus niet tijdens de bestralingssessies, maar pas vanaf 4, 5 maanden en nadien ga je dat merken. Zenuwen, hetzelfde geval. Het heeft ook wel te maken met, als je zeg maar een kritieke orgaan bestraalt, die in het bestralingsveld zit, wat ik dan noem het zogenaamde seriële of parallelstructuur. Bijvoorbeeld, de lever, dat zijn dus verschillende levercelletjes die eigenlijk parallel naast elkaar liggen. Als er ergens een levercel door de bestraling beschadigd wordt, kunnen de omliggende levercelletjes die functies weer overnemen. Serieel betekent dat er een orgaanstructuur is die, als die ergens in het punt beschadigd is, alles wat er daaronder zit, doet het ook niet meer. Bijvoorbeeld je ruggenmerg. Als je ergens hier hoog in je rug bestraald zou moeten worden, en je let niet op en je beschadigt bijvoorbeeld op je nekwervel, ja, dus laten we zeggen op dit niveau, als je daar bestraalt, je let niet op en je geeft een onnodig hoeveelheid aan stralingen, en je gaat daar de zenuw daar onherroepelijk beschadigen, dan doet niks meer van onder. Ook al is je rug of je lage rugwervel, zenuwen, die doen het wel, maar er komt geen stroomsignaal meer. Dus dan ben je gewoon verlamd vanaf je nek naar beneden toe. Dus daar moet je ook rekening houden met wat je doet. Kortom, hoeveel dosis komt er ook op een bepaalde plek? Nou, wat ik vertelde over de vroege en de late bijwerkingen. En die bijwerkingen, wat er eigenlijk gebeurt met de bestraling als het allemaal gaat verlittekenen, is het zo dat de bloedvaten die in onze organen zitten, die gaan dus verlittekenen en die bloedvaten, je hebt dan niet zoveel bloedvaten meer. Dus bloedvaten die bijvoorbeeld in het bestraalgebied, die worden minder en daardoor krijg je dus bloedgevoed zuurstof, die krijg je dus minder zuurstof. En dat kunnen de cellen niet aan, dan gaan ze dood en dat gaat dan verlittekenen. Dus de 3H-principe. Nou, hoe doen wij dat hier in Enschede? Als patiënten een bepaalde tumor hebben, die worden dan multidisciplinair besproken, dus alle specialismen die zeg maar met die type tumor mee te maken hebben, komt een hele team bij elkaar van wat is de beste behandeling en als daar ook bestraling voor nodig is, dan komen ze bij ons en gaan ze voor de voorlichting en dan wordt er een zogenaamde berekenings-CT-scan gemaakt. Als een soort tom-tom-navigatie voor de bestralingsapparaat, waar hij moet zijn en waar hij zeker niet moet zijn. En soms is het zo dat we daarbij, om de bestralingen goed te kunnen uitvoeren, hebben we ook hulp nodig van waar heeft de tumor gezeten. Omdat je een MRI-scan bijvoorbeeld een tumor wat beter kan zien. Dan kunnen we die hulp ook gebruiken door de afbeeldingen van die MRI, of bijvoorbeeld van een PET-scan, over
onze eigen planning CT-scan heen te leggen, zodat we exact weten waar we moeten zijn. Bijvoorbeeld bij een borstbestraling is het zo, dat als wij dus een borsthouder moeten gaan stralen en we maken een berekening CT-scan, wat ik dus zei, het is voor ons ook heel erg belangrijk dat wij de kritieke gezonde structuren niet onnodig gaan beschadigen, de hart, de longen bijvoorbeeld. Daarom wordt dus een berekening CT-scan gemaakt. Maar het is zo dat de berekening eigenlijk millimeterwerk is. De hele bestralingsplan is echt tot op de millimeter nauwkeurig. En zoals u dan op de CT, op onze berekenings-CT-scan gaat liggen, tot op die lengte, hoogte, breedte, wordt die hele bestralingsplanning gemaakt. Maar als u bijvoorbeeld 16 keer bestraald moet gaan worden, kunt u mij nooit en ten nimmer garanderen dat u elke 16 werkdagen lang tot op de millimeter nauwkeurig gaat liggen, zoals u destijds op onze planning CT hebt geprobeerd. Dat gaat u nooit lukken. Vandaag ligt u zo, morgen ligt u zo, overmorgen ligt u zo. Dan denk je van, ja, het zijn kleine variaties, maar als je toch op de millimeter nauwkeurig werkt, zijn dat hele grote problemen. Dus ik heb dus te maken met een positie onnauwkeurigheidsprobleem. Hoe lossen we dat op? Daar heb ik ook een trucje voor bedacht. Door mensen bijvoorbeeld tattoos aan te brengen. Dat zijn dus tattoos die kleiner zijn dan 1 millimeter groot, die na 5 jaar vanzelf zijn verdwenen. Vroeger waren dat hele grote dots die je van 10 meter afstand zou kunnen zien. Tegenwoordig zijn ze heel klein. Na 5 jaar lossen ze vanzelf weer op. En wat we dan doen, is als we die tattoos leggen, in onze bestralingskamer komen er uit beide muren laserlichtjes. En ook uit het bestralingskop. Die kunnen we precies op de tattoos richten. En ligt u uit het lood, dan kan onze bestralingstafel in 4 tot 6 verschillende richtingen draaien, zodat u exact tot op de millimeter nauwkeurig ligt voordat wij de bestralingsknop aanzetten om te bestralen. Dus tattoos worden dan ook wel gebruikt. Wij hebben in 2016 toen zeg maar bij deze nieuwe tattoo techniek eigenlijk had ik geïntroduceerd, was de broer van een van onze voormalige chirurgen een tattoo koning in Las Vegas. Die is speciaal hier naartoe gekomen, omdat kijk maar, die geloofde het allemaal niet. En die was zo onder de indruk, die zei van zo goed kunnen wij niet in Las Vegas tatoeëren. Ja, dit is dan bijvoorbeeld een voorbeeld van als we een hersentumor zouden willen gaan bestralen en we maken een berekening CT-scan als tomtomnavigatie. Tja, waar zit die tumor? Ergens hier denk ik, maar je ziet dat het is een vrije, je ziet de botten heel goed. De tumor is wat lastiger te zien. Nou, daar kunnen we bijvoorbeeld de input van een MRI-scan gebruiken. Dan over elkaar heen leggen, dan kan je dus heel goed je doelgebied intekenen. Dus deze fusies, dat doen we eigenlijk ja, heel vaak. Als je dan het doelgebied, als je dat vervolgens hebt gefuseerd op een CT-scan, eventueel MRI, PET-CT-info, hoe ga je dan verder? Wat je ziet op een scan aan tumor, dat noemen we dan de gross tumor volume. Dit is wat je ziet, maar is dat de waarheid? Want 1 of 2 tumorcellen zul je nooit en te nimmer op die enkele scan zien. Niet de meest geavanceerde scan. Ja, scans worden steeds meer geavanceerder. We kunnen steeds kleinere tumorformaten ontdekken. 1 of 2 cellen zullen we nooit zien. En aangezien je niet iemand steeds ongelimiteerd kan blijven bestralen, want het lichaam gaat maar zoveel aan stralingen hebben, denk aan de radium growth, je wilt het op in één keer het goed doen. En je wilt ook niet hebben dat de kanker terugkomt. Wat blijkt nou? Dat je dus vaak om de tumor heen ook nog tumor, om de zichtbare tumor, ook nog tumorcellen dus hebben zitten. En als cellen een paar 100.000 keer zich hebben gedeeld, zie je dat vaak op een scan. Dat is een klein vlekje van 0,5 millimeter, 1 millimeter. En hoe groter, hoe meer. Daar houden we rekening mee. Dat zou toch zo ontzettend jammer zijn als je op dit gebied zit te bestralen in het blauwe en dan korte tijd eromheen tumorcellen ontstaan. Ja, dan heb ik mijn kruid al verschoten, kan ik niks meer doen. Dus vandaar dat we bij de bestralingsplanning rekening houden met de microscopische uitbreiding van de ziekte. Dus een potentiële microscopische uitbreiding van de ziekte, clinical target volume.
Wat zijn we dan al? Want mensen bewegen. We hebben onze tattoos, we maken onze scans op, dus dat je nog heel goed ligt. Maar dan nog kun je toch nog wel bewegen. Dat zijn kleine bewegingjes, maar toch. En daarom nemen we dan nog een extra marge voor je orgaanbewegelijkheid. Als je iemand elke keer, als je iemand één keer van bestraalt, één keer een hele belang. Maar als je iemand elke dag een lange serie aan bestralingen gaat geven, dan kunt u zich voorstellen dat er in die lange serie ooit eens iemand toch net verkeerd kan liggen en is die dag niet goed bestraft. Daarom nemen we een extra marge voor deze onnauwkeurigheid. Plan target for you. Dat is wat we eigenlijk aan het stralen zijn. Hier zit hij dan, een prostaat, onze een wat meer vergevorderde prostaat, niet is uitgezaaid. En als je dus dat wil gaan bestralen, dan moet je dus dat teken in de prostaat in. En je tekent de zaadbaartjes in. En dan wil je de kritieke gezonde organen wil je ook sparen. Dus al deze, de blaas, de darm, de heupkoppen, die teken je allemaal in. Pardon. En dat geef je dus aan het computerberekeningssysteem van. Plan voor mij in dat ik hier een hele hoge dosis van straling wil geven, maar aan de andere kant deze structuren zo goed mogelijk te sparen. Wij weten dat al deze kritieke structuren tot een bepaalde hoeveelheid van straling kunnen verdragen. Wij proberen onder die drempel te blijven zonder dat wij de tumor gaan onderdoseren. Hoe komen we nou aan die informatie? Hoe weten we nou dat al deze structuren, gezonde structuren, een bepaalde hoeveelheid van straling kunnen verdragen? Het is moreel ethisch niet aanvaardbaar om een groep gezonde mensen te nemen en te kijken van hoe ver we ze kunnen stralen te zien wanneer een orgaan gaat beschadigd raken. Want toch, hoe komen we daaraan? Nou, bijvoorbeeld door overlevers van Hiroshima en Nagasaki, Tsjernobyl, dierproeven die gedaan zijn. En door voortschrijdend inzicht van hoeveel mensen vroeger bestraald werden, tot hoever gingen ze eigenlijk met die straling, van oeh, het is wel iets te veel, we moeten iets terugschroeven. Dus op al deze gegevens hebben wij een schatting van hoeveel een gezonde structuur aan straling kan hebben. En misschien zijn we daar iets te voorzichtig in. Want niemand durft om daar verder in te gaan, want ook weer is iemand een dwarslesie op de schorten, dat willen we niet hebben. Dus, dit zijn de doelvolumen worden ingetekend, dus altijd allemaal, en ook de kritieke bezijdende tumor en de kritieke structuur worden ingetekend. Een probleem is ook dat je ook hele bewegende tumoren hebt. Kijk, een uitzaaiing van een tumor die in het bot zit, als je het stilhoudt, dat zit in een bot, dat beweegt niet, kun je goed bestralen. Maar een prostaat, ja, dat hangt aan pezen en banden, die is continu, elke seconde is je bezig te bewegen. Als het blaas leeg is, dan zit die prostaat daar. Zit de blaas vol met urine, dan duwt hij weer de prostaat naar die kant toe. Hetzelfde geldt voor de dikke darm. Als hij leeg is, dan zal mijn prostaat daar zitten. Zit hij met poep en of lucht, dan duwt hij weer de prostaat naar die kant toe. En aangezien mijn bestraling een rechte lijnen zijn, en als dit de prostaat is, en ik zeg snel te bestralen, de ene keer zit hij daar, de andere keer zit hij weer daar. Dus ik kan het probleem oplossen door mijn bestralingsgebied veel groter te maken. Ja, zoals het vroeger ook ging, ja, daar zit alles in. Maar dan zit ongeveer de helft van het blaas en de darm in het bestralingsveld. Oh, heb ik nog een kerfje? Dus daar worden dan galmarkers in geplaatst. Dus daarmee kunnen we de prostaat, rekent u zelf niet te rijk hoor, dat bedoel ik zo duur zijn van ook weer niet. En daarmee kunnen we de prostaat goed volgen en kunnen we gericht elke dag met een CT-scan een foto maken. Daar zit de prostaat, gaan we daar straal. Morgen zit de prostaat daar, zoeken we die galmarkers op. En zo kunnen we steeds weten de prostaat goed volgen en veilig bestralen. En zo ziet dan de bestralingsplanning eruit. Hier een hele hoge dosis aan straling in de prostaat. Dan kunnen we, als we dat van verschillende hoeken kleine beetjes aan straling geven, kunnen we al deze gezonde structuren goed sparen en rood is het hoge dosis. Ja, en wat ik dus zei, hè, je kunt 10 keer 2 geven, een kleine klappen, of je kunt 2 keer 10 geven. Ja? Wat we allemaal hier dus kunnen is dat we dan inwendige bestralingen kunnen doen.
We kunnen tumoren die zeg maar heel klein zijn en voor de rest nergens anders in het lichaam aanwezig zijn, kunnen we ook gericht een hele hoge dosis aan straling geven zonder dat de patiënt al voor een zware operatie hoeft te ondergaan. We kunnen ook palliatie doen en we hebben dus echt state-of-the-art tumorvolgmechanismen. We kunnen de tumor elke dag ook goed afbeelden en dan bestralen. We kunnen heel veel boeken kunnen we echt als een soort cirkel om de tumor heen draaien en bestralen waarbij je echt veel strakker je dosis op je doelgebied krijgt. En we kunnen ook om de hartslag wat goed te sparen, kunnen ook borstkankerpatiënten in een diepe ingeademde toestand bestralen. En wat mijn collega's ook zeiden, kun je dat combineren met warmte, immunotherapie. Een heel enkele keer kun je ook bestraling voor niet-kankergerelateerde ziektes doen. Bijvoorbeeld mensen die een ernstige neurologische aandoening hebben, ALS of Parkinson, die de hele dag door alleen maar speeksel verliezen en die dat verslikkingsbandontsteking krijgen, kunnen we ook de speekselklieren bestralen om, zodat het helemaal droog komt te liggen en ze dus niet zoveel speeksel moeten produceren. Nou, dat is het matchen weer wat we dan doen. En hier heb je dan die gerichte bestraling, bijvoorbeeld. En als hier een uitzaaiing zit, kunnen we dat echt gericht daarop bestralen, zodat die uitzaaiing die hier staat in de hersenen, helemaal verdwijnt, zonder dat de patiënt hersenchirurgie eraan krijgt. Ook wervelstereotaxie, dus als iemand een uitzaaiing heeft ergens in het bot hier, in een wervel, nergens anders, of heel beperkt, dan kun je ook, zonder dat je dus de ruggenmerg hier kapot maakt, dus een dwarslees bezorgt, kun je dus dat bestralen. En dit is een diepe inademingstechniek waarbij we van borstkankerpatiënten vragen om heel diep adem in te houden en dan schuimschampend te bestralen. Volgens de ouderwetse techniek zat er heel veel long hier in en ook een stukje van het hart. Ga je ze in ingeademde toestand bestralen, dan ga je vlak voor de hart langs en kun je de hart goed sparen en ook de longgebied wordt daardoor heel kleiner. En ook voor palliatie kunnen we nog heel veel doen. Dus je hebt een heel fysio plaatje met een excuus daarvoor. Maar hier zie je iemand met een hele grote zwerende halstumor. Met heel veel pijnklachten en slikklachten. Als je ze bestraalt, kan het helemaal droog komen te staan. Ook hier met een huidtumor bestraald. Nou, dat heb ik al uitgelegd met die protonen. Waarbij we dan, wat nu helemaal hip en happening is, is dat je dus ook met een hele hoge dosis aan die proton kun je ook een tumor bestralen, waarbij je dan veel minder eigenlijk de kritieke gezonde structuren bestralen. Men zegt proton is helemaal nieuw, dat is niet waar, het bestaat eigenlijk al sinds 1954. En die verduidelijk bijvoorbeeld hersentumoren of mensen die in het hele wervelkanaal bestraald moeten worden, goed sparen. Het is een heel groot ding, dat weegt 220 ton. Weer van een Boeing 787 Dreamliner. En om dat te kunnen doen heb je muren nodig van 8 meter dik. En je voorstellen, er hangt een halve voetbalveld bovenin. En dat is mijn laatste dia. We hebben drie in Nederland. In Groningen, die is als eerste nu helemaal up and running. Binnenkort in Holland PTC, die van Amsterdam is onthoofd. Ik vraag me of het ooit gaat komen. Die zit in Delft. En Maastricht is er ook in. En